Jullie horen mij wel, maar jullie zien mij niet. Hey, hey. Hey. Oh, 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 oh. Rustig aan, rustig aan. Niet zo hard met die muziek, man. Stelletje gekken. Goh. Hey, hunting game vandaag, jongens. Zal ik mijn hoofd laten zien? Of zal ik gewoon facecam low streamen vandaag? Oké, doen we niet. Bam, daar ben... Ah, nee, hè. Zit nou net dat groene gordijn er nou weer op? Verschrikkelijk dit. Dit vind ik nou weer zo jammer, hè. Dit vind ik nou weer zo jammer. Ga weg. Ga weg. Nou, hij luistert niet naar me. Ik wil hem wel even weg doen, want ik ben echt taai en heel autistisch. Sorry, jongens. Come on. Go away. Go away. Jeroen. Jeroen. Jeroen, pas op met dat vuur, hoor. Jeroen, Jeroen. Oh, ik kijk in mijn lamp, jongens. Zo, hij is weg. Goeiedag allemaal. Welkom bij de stream, jongens. Leuk dat jullie er allemaal zijn. En we gaan vandaag eens even hunting game doen voor GTA. Hartstikke leuk. Keer wat anders. Keer leuk. Gewoon wat, niet iets anders, maar we hebben het vaker gedaan. En ik heb er zin in. En ik denk dat ik trouwens oordopjes in ga doen. Want het is vrijwel behoorlijk warm. En als ik ergens een hekel aan heb, is het hitte. En dan moeten jullie mij gaan helpen onthouden dat mijn geluid andersom zit. Tenzij ik mijn oordopjes andersom in doe, maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Dus, Even een boer zoek vrouw, jongens. Deze stream kun je terugkijken op YouTube. En dan gaan mensen zeggen, Call of Duty is uit, dat klopt. Maakt niet uit. Die game is voor mij nog niet uit, want op de PC is het niet. Dus we gaan lekker hunting game doen. En dat is altijd spannend, hunting game. Gewoon live, dikke shit. Woe! Hebben we er allemaal een beetje zin in? Laat je horen. Ik hoor niemand. Ah ja, iemand zegt piemels. Nou kijk, dan zullen jullie er vast zin in hebben. Zeg mijn naam, Chromo. Hoi moment, jongen. Welkom bij de stream. Hallo Wilfred, hallo Lorenzo, Karen, hallo Stefan, Wendy, Fortniter, Sandy, Chromo Games, Anton, Scott, Senna, JJ, Diederik, Olinde, Gerbe, Loïc, Wilma. Oh man, de chat gaat zo knijterhard nu. Ik kan het echt niet meer bijhouden. Ik hou ermee op. Ik ga eens even de jongens erbij roepen. Want ik heb gewoon even random wat mensen de Teamspeak gehaald. We gaan misschien nog een tweede potje hunting game doen. Dus als je de Teamspeak... Oh? Als je de Teamspeak join... Kun jij misschien een volgende potje meedoen, dus dat is wel leuk. Gewoon een beetje met kijkers gaan we hunting game doen. Alleen moeten jullie wel wat beloven dat je natuurlijk niet gaat spieken. Maar dat komt goed. Ik ga ze even erbij halen. En 3, 2, 1. Hallo, goedemiddag jongens. Hallo. Vandaag gaan we met Born, Brandweer, Kont. Hij heet Kont, ik weet ook niet meer waarom. Hardstyler en Mark gaan we opnemen. Dus wordt leuk. Dikke shit jongens, ik heb er zin in. Hebben jullie er zin in hunting game? Ja hoor. Nice. Ik ben niet de enige. Ik zal eens even de Facebook iets meer in het midden zetten zo. Zit ik wat meer in het midden hè. Zeg mijn naam, please. Tom. Hi. Tentel. Hallo. Ah, daar ben jij ook, Born. Leuk. Nou, we gaan gewoon meteen over naar de game hier. Zo, is dat de muziek goed of staat het hard? Ik ga even opnieuw starten. Ik hoor geen muziek, dus prima. Ja, ik denk dat die goed staat. Maar ik wilde even van de kijkers weten. Oh. Als de meeste mensen zeggen dat die goed staat, dan weet ik dat die goed staat. En als de meeste mensen zeggen hij staat te hard, dan weet ik dat hij te hard staat, weet je wel. Dus dat is even belangrijk om te weten. Zeg mijn naam, please. Ik ga geen namen meer zeggen. Te hard zegt iemand. Wil je mijn naam noemen? Ja, ik ga geen namen meer noemen hoor, jongens. Het is goed zo. Het is helemaal goed zo. Wil jij mijn naam noemen? Ik ga niet je naam noemen. Volgens mij wel een donatie gemist, zie ik hier zo. Dus Jellebella, dankjewel voor je 1 euro donatie. Veel succes met de stream. Blijf zo doorgaan. Je bent een geweldige YouTuber. Thank you very much, my friend. Die kwam niet binnen omdat... gewoon alles. Te hard, please, zachter. Oké, ik zet hem ietsje zachter, als dat nog kan. Ik heb zo'n leuke mute sound dingetje op mijn toetsenbord zitten. Ik kan er niet veel zachter zetten dit, jongens, dus we gaan hem gewoon hiermee doen. Moet goed komen. Mark, 11 maanden subscriber, thank you very much. Hartstikke gezellig, perfect, zo, niks meer aan doen. Oké, nou, dan gaan we gewoon eens even de game opstarten. Hatsflat, dit is in-game. Staan jullie namen ook meteen onder elkaar voor de mensen die hebben... Subscribed en alles bij elkaar. Hoe was iedereen's weekend? Was het een beetje leuk? We hebben natuurlijk Byte gehad, Born en ik. Ja, weinig gedaan. Was slecht georganiseerd, dus... Nou wel. Voor de rest was het wel heel gezellig. Voor de rest was het helemaal kak. We hebben van Rufferino, ouwe Rufter. Dankjewel voor je 99 cent donation. Thank you very much, Brandweer, my friend. Mag ik nog een invite? Ja, dankjewel, jongen, voor de support. Thank you very much. Oh ja, Brandweer, mag ik ook nog een invite? Ja, ik had je al een invite gestuurd, maar ik drukte dus wel het verkeerde toets en dan mute al mijn sound. Moet ik alles weer opnieuw starten. Dat vind ik wel leuk. Ja, ik vind dat soms leuk. Ja, dat snap ik. Je bent mijn vader voor altijd. Dankjewel. Ik heb altijd al iemands vader willen zijn. Ja, dat denk ik er nou nog in. Ik voel me nu al goed. Oeh, dit is Raven en Crane, In the Air. Dat is een lekker nummer dit, jongens.
Hey, ik sta bij de mace, denk ik. Ja, maar ik heb nog geen invite gehad. Ja, ik heb jou een invite gestuurd. En Brander ook. Oh ja, ik zie hem. Ik accepteer hem nu. Je bent mijn moeder. Yeah, nice. Ik ben altijd al iemands moeder willen zijn. Wander is er niet. Wander is op vakantie, dus dan weten jullie dat vast. Ik bedoel, als je op vakantie bent, is het aardig lastig natuurlijk om... gewoon... Kan er gewoon even op en neer komen. White Tiger niet gehad, helaas. Ik heb zo'n kakleven. Ik ben met mijn vriendin. Ruben, doe je vriendin de groetjes. Leuk dat ze erbij kijkt. Ze vindt het vast hartstikke leuk. Je bent mijn papa. Oké. Waar is Rayen? I don't know, dit is de song Raven and Crayon. Ik weet niet waar Rayen is. Burnside. Ja, sowieso dit skatepark, jongens. Dat is altijd lachen. Wat heb je gegeten? Ik heb gewoon vlees gegeten, groenten, dingetjes. Dus ik ben helemaal fit. Ik was vandaag totaal niet fit. Ik had echt verwacht dat we vandaag maar 300 kijkers zouden hebben. Maar we hebben er 1500. Waarom ook niet? Keer wat anders. Ook hartstikke gezellig. Vind ik eng. Doe even allemaal lekker duimpje omhoog in ieder geval, jongens. En dan gaan we eens even lekker voor zitten. Ik ben in ieder geval keihard aan het joinen. Oh, ik ben ook blij dat ik iemands oma ben, weet je wel. Oma met een stoma, weet je wel. Zijn zakje, dan hoef ik nooit meer naar de wc te gaan. Kan ik alleen maar opnemen en poepen, gewoon tegelijk. Lijkt me wel... Dus op zich, als je YouTuber bent, is een stoma nog te doen, zeg maar. In de bouw is het lastig, want dan sla je er weer een spijker doorheen, is die lek. Dan heb je de stront weer over je collega hangen, dat is ook verschrikkelijk. Dat wil je niet hebben, natuurlijk. Maar goed, heel gezellig, hartstikke leuk. Upload meer Forest. De Forest komt morgen weer, elke dinsdag en vrijdag, zoals ik in de eerste aflevering zei. Komt er gewoon een aflevering van The Forest. En we hebben sowieso al 8 afleveringen af, dus die komen binnenkort allemaal zo door en door. Rufterino! Wat een rare bedragen heeft de YouTube-app, Appelbal. Ja, ik snap het ook niet. Het is altijd met de centen, hele rare centen. Maar bedankt voor je 29 donatie, man. Thank you very much. Ik bedoel, rare bedragen of niet? I appreciate it. Oh, nou, ik sta hier, dus dat is top en dat is fijn. En dan gaan we weer... I'm blue dabbedee dabbedee, hoor ik hier, jongens. Dank jij wel, pa. Ja, is goed. Hou maar even op. Hoor. Wat een man! Oh, je hoofd is weg! Kunnen jullie mij even tweeten dat ik mijn donatiegeluiden moet gaan veranderen? Want ik ben ze zat. Maar, dankjewel Harbert voor je 10 euro donatie. Thank you very much. Shoutout naar Byte, de beste organisatie ever! Sowieso de beste organisatie ever, man. Thanks, bro, thanks. Kwam iemand mij ophalen, zei hij? Ja, ben onderweg. Rij je in een vrachtwagen? Nee. Oh, dan is dat gewoon een NPC. Hybrid, super bedankt. Doe even allemaal een hartje in de chat voor Hybrid, jongens. En nou wil ik even weten wat iedereen heeft gedaan dit weekend. Mag één keer raden. Wat? Breng mij maar naar de Maze Bank. Oh hoor. Ja, waar sta jij? Nee, ik word erop gehaald door Hardstyler, dus thank you very much, man. Even kijken hoor, we hebben kont... Bal gehakt. Hoezo? Heb je zin in een bal gehakt? Moet je mayonaise erbij? Mensen hebben zich verveeld van het weekend. Ik ben lekker naar de film geweest dit weekend. Ah, de Nun ben jij geweest natuurlijk, hè? Ja, klopt. Volle bak. Ja, dat zal wel. Was een goede film, hoorde ik. Gaat. Nou, ik. Oh, oké. Okay. Ik ben één nachtje in Antwerpen geweest. Je bent in Antwerpen geweest, terwijl wij daar waren, brandweer! Ja. Wat ben je voor eerste klas, dikke tamboerijn de kut? Ja, achter je. Dan kom je toch even gezellig langs, man. Waar is dan weg? Ja, dat is een of andere kanus waar we tegenaan gaan. Lekker brandweer. Oude frikandellenbijter. Hey, even kijken hoor. Ietsjes rechtdoor nog. En dan gaan we aan het eind rechts bij de kledingzaak. Dus nog ietsjes verder. Daar gaan wij ons omkleden. Dan gaan jullie naar het vliegveld. Ik zal even heel snel uit gaan leggen aan de kijkers wat het precies inhoudt. Voor de mensen die Hunting Game nog niet kennen, lijkt me sterk. Ik denk dat jullie Hunting Game wel kennen! Jeroen, pas op met een vuur door! Jeroen! Moet ik gaan stoppen of... Man, deze oordop is van hard. Ja, hierzo gaan wij uitstappen. Jij moet naar de... Selina, dankjewel voor je 1 euro donatie. Zo door mag je bij de verjaardag tijdens Bytefield. Zo door mag ik blij zijn dat mijn verjaardag tijdens Bytefield. Ja, sowieso. Mag je wel blij mee zijn, want dat was niet echt...
Heel erg plezier. Oh, je bent een jarig geweest, tuurlijk. We gaan straks, we gaan even een Hunting Game doen. Dan gaan we even een liedje zingen natuurlijk. Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hoop dat je een leuke, gezellige verjaardag had. Very nice. En ja, happy birthday. Maar dat gaan we straks zingen dan, ja, dat is beter. Dan kunnen we de alle energie inzingen. Doen we de muziek op de achtergrond. Happy birthday to you. Brandweer. Polen kerstfeest voor jou. Jij lijkt echt op de kerstman zonder baard. En met een andere jas en andere kleren en andere schoenen en een ander lichaam. Eigenlijk lijkt je dus totaal niet op de kerstman, maar... Nee. Mag ik even één ding doen? Zo, je neus even recht zetten. Hey, hey, mijne stond al recht gek! Nou, staat hij scheef. Ja, bedankt. Sla hem bij mij in. Oh ja. Sla hem even recht. Ja, dat is heel erg. Slaat hij mis. Dat was mijn oorlel, maar geef verder niks. Dankjewel Jurjen voor je 1 euro donation, thank you very much. Dankjewel voor de support, maat. Thank you very much. Dat is very lief. Doe dat maar niet, komt. Maar... Wander, keer de mop van de South. Ja. Wander is er niet, hè? Dus het gaat lastig dan, zeg maar. Je cam loopt voor. Loopt mijn cam echt, echt heel beroerd? Lijkt me sterk. Nee. Okay. Waar kan ik me niet voorstellen? Hoe oud ben je? Ik ben heel jong, ben een heel jong bloempje. Ik ben net 20 jaar. Net 20. Sorry. Ah, bedankt. Ik wou het op de stuur, maar ik kreeg tegen dat kastje. Ja, dat zou ik ook doen. Weet je, laten we even onopvallende kleren aandoen, jongens. Ja, wat doet er, Sander? Waar ben je? Laten we dat even doen, natuurlijk. Vliegveld gewoon. Ja, ik ook. Bij mij loopt de cam goed. Ja, ik was even mijn auto aan het repareren en oppimpen. Wat is de meeste biertje dat je achter elkaar hebt opgedronken? Ik weet wel dat ik afgelopen Koningsdag hebben we het wel, zeg maar, bijgehouden. Zodat we de rekening konden doen. Toen zat ik op 26. En toen gingen we nog ergens heen, dus ja. Hey, zoiets. Ik zag nog namen aanstaan van veraf. Hoe moet ik dat uitzetten? Dan moet je zo meteen instellen. Dan ga ik zo meteen uitleggen, ja. Ik kies even kleren en dan. Dat moet ik ook nog. Nee, dat is ook niet goed. Player overhead display, die staat off. Of moet die aan? Ja, die moet off. Ik denk dat is wel een redelijk oké. Weet je wat, ik wil dit helemaal niet aan doen. Ik moet even complete outfits doen. Ja. Dat is minder opvallend, weet je wel. Dat is veel beter. Volg me op YouTube. Ah, nee, Henk. Kan ik niet doen, jongen, hè? Hoeveel ben je ik ben er nog online options. En dan moet je naar beneden scrollen. Nog nooit. Ach. Dat doen wij niet aan. We zijn allemaal nette jongens uit het noorden van het oosten van het zuiden van het land. Die staat dus op off. Online. Zo? Zo moet dat ooit staan. Misschien is dit wel goed. Ja, ik denk dat hier wel. Hier kunnen we mee voor de dag uit. Oké, maar ik ga heel eventjes uitleggen aan de kijkers hoe het zit, ja? Ja, goed. Oké, jongens, heel simpel. Hier is de minimap. Ik sta in de winkel. Ik moet even naar buiten lopen. Dat is nog makkelijker. Voor de mensen die de hunting... Ah, wie heeft die vrouw nou weer aangereden? Daar kun je niks meer aan doen, jongens. Laat maar Sorry, ik heb er per ongeluk... Wij moeten vanaf dit punt hier, waar we nu staan... Oké, jullie zien het. Gaan wij hier al heen lopen zonder auto. Wij mogen geen voertuig gebruiken. We gaan gewoon hier zo heen lopen. En op dit vliegveld, daar staat een vliegtuig. Wat een verrassing. Op een vliegveld een vliegtuig. Je snapt het niet. Dan moeten we instappen en dan moeten we opstuigen en dan wegvliegen en dan is het helemaal goed. Dus that's what we gonna do. Very simple. En dan hebben we natuurlijk nog 3 andere mensen en die moeten het gaan verdedigen. Die moeten om in de buurt gaan circuleren daar. Die moeten ervoor zorgen dat wij geen vliegtuig kunnen pakken. Wij mogen 2 keer doodgaan. En dan, als je dan doodgaat, af. Mag je niet meer meedoen. Ben je out of the game. En iemand moet daar in ieder geval binnenkomen en dan komt het goed. Dus dat is harde shit, oké? Okay? Dat is een beetje. Dus als jullie nog vragen hebben, dan moet je het even vragen aan de kijkers. Die weten het vast wel. Komt hartstikke goed. Maar het is heel simpel. En wat we natuurlijk wel even gaan doen is hier online klikken. Voor de mensen die niet weten hoe dat werkt. Hier, kijk. Ga je naar Player Overhead Display. Zet een klein beetje onderaan bij Options. En dan zet je die op None. Dan ga je naar Settings. En dan ga je naar Display. En dan zet je de radar off. Zo, niet op blips. Gewoon helemaal uit. En dan zie je niks meer op de kaart. Dus dan kun je ook niet mensen zien. Geen namen boven het hoofd. Dus... Ik zal hun nooit herkennen als ze niet zulke rare zonnebrillen op hadden en knalpaars kleding. Dat hebben ze niet, maar ik moet natuurlijk gewoon wat zeggen zodat ze niet opvallen zometeen ze te hun herkennen. Moet je met z'n allen in 1 vliegtuig of apart? Wesley, het maakt niet uit. Wij moeten gewoon een vliegtuig pakken. Het beste is natuurlijk teamwork, that makes the dream work. Maar we doen ons best. Hey, how are you? Ik ben goed. Ik ben blij, ik voel me goed. Ik zie nog steeds iedereen zijn naam boven zijn. Ja, dan moet je eventjes gewoon op escape drukken, online. En dan options. En dan staat er player overhead display, none. Online. Mag ik een cupcake doneren? Ja, kan wel, maar die is waarschijnlijk verrot voordat ik hem kan opeten. Dus dat is ook weer zonde, weet je wel. Dan heb je dat weer.
Zul je net meemaken. En nou hoor ik daar weer Eiffel met Dabbedee Dabbedee. Ah! Wat een man! Al die auto's weg! Hé, hey, hey, jongens, niet op mij slaan, dat is oneerlijk, dat is niet eerlijk! Bert van de Fan, dankjewel voor je 5 euro donatie! Hé, hey, Chromo, veel plezier vanavond. I appreciate it, man, I appreciate it. Oh, ik krijg nog een paar klappen tegen me aan hier. Auw, 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 auw! Wij zijn nog niet gestart, wij zijn aan het wachten tot jullie op jullie plaatsen staan. Ja, we staan op vliegveld. Alle drie. Hey. Oké, okay, jullie zijn op vliegveld, alle drie. Zijn we een beetje klaar voor de jongens of niet? Ja. Oké, okay. Nou, wij mogen niet in voertuigen. Jullie mogen wel in een voertuig zitten, maar geen helikopters of zo, oké? Okay? Nee. Dan weet je dat vast. En wij mogen zelf ook gewoon, wij mogen niks. Wij zijn gewoon een hele saaie gasten. Je mag alleen met een handpistool schieten trouwens. Laten we niet meer slaan en zo? Omdat dat fijner is. Ja. En wij mogen wel... Mag wel gebruiken om door te kijken, maar niet om met schieten. Wat? Ja. Handwapens ook gewoon en wij gebruiken. Mogen ook gewoon lekker steken, weet je wel. Alleen handwapens gebruiken. En wij mogen wel meisjes en zo gebruiken. Ja, dus wij mogen niemand vermoorden. Oké. Okay. Oké? Hey, wat? Wat gebeurde er? Wie deed dat nou? Sorry, brandweer. Ik wist niet dat ik op jou... Had je zo'n groot hoofd dat ik die precies raakte? Wacht even, ik zet nog even mijn geld op de bank, jongens. Ja, even het geld op de bank, zijn we weer rijk. Het is toch nog 239.000 euro, weet je wel, dat is dus niet handig. Maar Bert van de Ven, dankjewel. Hartje in de chat voor Bert van de Ven. Oké, ga je maar ook even dood van me, ik denk nog gewoon een HP op. Oh, dan moet ik net de andere kant op lopen. Nou, laten we maar gaan zoeken. Ja, ik nee, even wachten, want we liggen hier. Oh, brand is omgesteld, zijn bloed ligt zelfs hier op de grond. Ja, ik geloof lijkt mij weer wel hier. Ik weet een volledig HP hebben. Wie is de doodgevallen hier? Kijk uit, rennen! Ja, ballen! Lekker team zijn we, jongens. Dit gaat lekker zo. Dit is weer helemaal top zo. Gadverdikke daddy. De cam loopt niet goed. Meerdere mensen zeggen dat de cam niet goed loopt. Wacht heel even. Ja, ik altap even. Ik wil het even checken. Okay. Ik heb ook één mug doodslagen op mijn scherm. Ziet er goed uit. Daddy. De cam loopt niet goed. Meerdere mensen zeggen dat de cam niet goed loopt. Wacht heel even. Ja, ik altap even. Ik wil het even checken. Ik heb ook één mug. Alleen ik heb twee muggen doodgeslagen. Dus jullie mogen ook straks... Nee, jullie mogen helemaal niks, jongen. Dat is echt oneerlijk. Heb ik ook niet. Ik heb ook geen map aanstaan of zo. Even kijken. Helemaal niks. En ook niet de stream. Nee, die heb ik afgezet. Die heb ik afgezet. Oké, ik hoop zo dat die beter is, jongens. Let op. Ik weet niet of die beter is, maar ik heb even een instellingje veranderd. Hoop dat hij nou net wat beter loopt. Gaan we naartoe. Cam loopt goed. Ja, nou ja, anders loopt de cam nu nog net wat beter. Dus mijn deur staat open. Nou ja, maakt ook niet uit. We gaan niet voor de mooie geit vandaag. Zijn we allemaal bij elkaar? Die komt achter je. Oké, jullie zeg maar die bij het vliegveld staan, jullie mogen niet de stream kijken, maar dat snappen jullie wel, hè? Ja, snap. Kijk, anders komen we bij jullie langs, slaan we jullie helemaal in elkaar en laten we jullie catchen de Barry. Dus dat is helemaal niks, dat wil je niet. Nee, dat is niks. Wanneer koop je een hond in de Sims 4? Morgen ga ik de Sims 4 nog opnemen, dus die komt dan woensdag online. Woensdag komt de Sims. Of misschien wel morgen al. Nee, morgen komt nog denk ik één terrarium met jou en dan ja, woensdag. Of, nee, ja, woensdag grond Sims. Oké, okay, so you know. Ja, dan gaan we beginnen, jongens. Zijn jullie klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Keienketser 36. Oké, okay, jongens, kom. Laten we een beetje groeperen. Ik heb een strak plan. Iets wat niemand verwacht, snap je? We moeten het onverwachte doen. Oh, ben je al weg, Bjorn? Nee, ik heb ook iets straks aan. Oh, jij hebt ook iets straks aan. Een stringetje zeker. Een heel strak stringetje. Ja. Sander, laten we gaan rondpatrouilleren in de stad. Hij loopt nog steeds niet goed. Nee, maar het is niet heel erg. Ik heb hem net teruggekeken. Het valt redelijk mee hoe erg het is. Dus we doen het daar gewoon lekker mee. Komt goed. Even deze mevrouw begroeten. Zo. Oh, zo snel zullen ze nog niet zijn. Als ze binnen 5 minuten in een vliegtuig zitten. We zitten nu in het vliegtuig en vliegen weg. Ja, we hebben gewonnen. Oh, wat hebben we het goed gedaan, jongens. Easy. Muziek zachter, please. Hij staat echt te hard dan, hè? Als ik de meeste ben, ook weer. Ik heb echt pech. Voor dagen helemaal. Ja, daar. Ik zit helemaal aan de andere kant. Ik zat bijna in de haven. Ja, dat is goed. Als jullie bij de haven gaan, dan komt het goed. Ja. Oké, okay, ik ga even de muziek... Wacht even, jongens. Even allemaal stilstaan waar je bent.
Ik moet even wat aan de muziek doen, die staat net wat te hard. En dat vind ik ook weer zo lullig als de kijkers dat te hard vinden. Dus even kijken, volume mixen, dat kan ik als het goed is namelijk hier ook gewoon aanpassen. Ik denk dat dit gewoon zo heel rustig op de achtergrond, dat vinden jullie nog wel oké, denk ik. Dus dan heb je wel iets muziek, dus dan zit er een beetje ertussen in, oké? Okay? Oké. Lijpenkaas, daar gaan we weer. Oké, okay, ja, oké. Okay. Ik heb een hele goede tactiek, jongens. Dus als we dit doen, dan winnen we sowieso. Dan zijn we gewoon easy win, weet je wel. Maar hier heb je toch helemaal niks aan om nou helemaal via het oosten dan toe te lopen? Wat? Nou, om nou helemaal via het oosten dan toe te lopen, dat is toch helemaal niet handig? Hoezo niet? We gaan toch gewoon via rechtdoor, juist. Kom je dan daar straks daar in die grote haven uit? Dat is toch niet handig? Nee, ja, maar dat moet je dus niet gaan vertellen dat we naar die kakkenhaven lopen, Harry. We zijn midden... Die gasten horen ons. Oh, ja, anders. Sorry. Ik dacht even apart... We hebben af en toe ook niks aan brandweer, hè? Of, ja. Oh, sorry. Sorry, brandweer. Nee, dat bedoel ik. Ja, ze geven mij hier altijd de schuld. Dus ja, dat maakt niet uit. Ja, dat kan ik wel. Ik ben de muziek aan de police. Au, wat je koe. Ik zal zo meteen weer naar de muziek kijken. Dat pak wel. Nee, dat valt heel niet op, deze kleren, man. Dit is een heel net pak. Ja, brandweer, kijk nou uit. Ik heb je allemaal weer. Zometeen heb je weer politie achter je aan, brandweer. Dikke gehaktbal. Dat gaat toch weer helemaal fout, man. Ja, maar ik schiet toch niet? Ja, nou nee, ja, als jij tegen een vrouw aanloopt en de ladder gaat stuk, krijg je een ladder in en dan gaat de politie doodschieten. Hij gaf gewoon een vuist vol op zijn bakkers. Ja, ik hoor politie trouwens. Ja, ik weet niet, maar ik heb gisteren. Ja, dat moet wel. Ja, maar dat zie je nou ook niet als je alles uit hebt staan. Jawel, toch? Oh, zie je sterren wel? Of volgens mij zie je sterren niet. Of iemand anders heeft politie achter zich aan. Ja, of de ambulance komt ik dan. Ik niet. Nou, dit klinkt wel heel erg politieachtig, deze ambulance. Ja. Laten we even veiligheid kiezen, jongens. Ik hoor niks. Dat komt goed. Ja, nee, dat komt goed. Dit gaat goed. Ja, neemt die lul ook niet op. Hey, noem hem nou geen lul. Straks wordt hij nog bozer op je, die politie. Ja, en dan belt hij net terug. Ja, wie belt terug? Ja, lastig. Je had wel de politie achter je aan, dus! Ja, dat weet ik niet! Ja, dat zeg je net! Jij bent ook echt een uitgescheten paling af en toe! Joi, verschrikkelijk! 2000 kijkers, jongens, het gaat wel lekker! Zo, lekker heel! Call of Duty kan inpakken! Even kijken! Let's go! Ja, we gaan zo meteen even de muziek harder zetten, jongen, en dan komt het helemaal goed. Strakker, je bent een stakker. Oké, sorry. Upload je dit later nog? Ik heb idee. Nou, het leuke is van op YouTube uploaden, dan blijft het op YouTube staan. Dus vandaar dat ik op YouTube doorlopen. Stream. Hey, wacht even sporten, jongens. Oeh, wacht even, daar ga ik heel even achter staan. Jongens, ik ben rond de meest ben ik aan het zoeken, maar ik zie ze nog niet. Oh. Wat was die explosie? Oeh, mag ik even voelen, mevrouw? Die hoorde ik ook. Mevrouw, even aan de auto opgeblazen. Oh, shit. Oké. Wat is er nou? Mevrouw, even bukken. Waar zijn jullie nou trouwens? Nou, kijk, waar staan hier? Ja, hier. Daar kan ik niks mee, jongens. Kijk, ik ben Sinterklaas, dat is wel een goede tip, hè? Ja, oh, what's happening here, man? Een vrouw gaat met de billen langs mijn dingen. Oh, jullie op het dak, kijk hier, ik ben aan het sporten in het gras. Heel laat leuk, gras. Hey, dit kan niet, dat is een BJ, dit is, dit kan niet. Hallo. Oh, dit is echt verschrikkelijk. Het was niet zo heel mooi hoofd. Nee, ze zitten ook echt dwars door me heen nu. Dit is echt verschrikkelijk dit. Voor mij staat kindvriendelijke stream, inderdaad, dit kan echt niet. We moeten snel door. Zijn we weer compleet? Oké, kom. Ik voel me niet meer zo veilig. Ik denk dat we hier even gewoon... Nee. Ik voel me juist hier veilig, want het gebeurt. Dit is goed, weet je wel. Voor de mensen die net intunen, we doen een hunting game en we moeten naar het vliegveld en dan moeten we een vliegtuig stelen. We mogen geen auto pakken, we moeten daar dus gewoon heen rennen. En we mogen niet opvallen, want als drie mensen die ons zoeken ons zien, zijn wij het shorebandje. Laten we hier omheen gaan gewoon. Oké, voor extra safe. Waarom? Om dit heen. Ik weet niet wat brand... Brandweer, succes hè! Jij doet het alleen gewoon. Oh jawel, je ziet ons nog. Ja. Maar, ja, ik ben momenteel verder in achterstand. Ja. Taxi. Nee, we gaan geen taxi bellen, jongens. Dat is net even de fun weg. Wij mogen niet in een voertuig zitten, dus dat doen we ook niet meer. Dat hebben we al een keer gedaan. Was wel lachen, maar... Welke uitbreiding heb je in de Sims? Ik heb de meeste uitbreidingen, maar ik mis alleen die vampieren nog en nog een paar kleine packs. Maar ik heb wel de meeste. Ik zal het wel een keer laten zien in de video welke ik allemaal heb. En dan ga ik nu een boer laten, ja? Ik dacht net even dat ik Born zag, maar ja, was het niet zo. Ja, kijk, daar hebben we dus niks aan, hè? Het is ons bang maken met een dode mus. Ja. Ja, een hele grote dode mus als een Born moet zijn. Een half olifant. Maakt die blij met een dode mus.
Ja, nou, die dode mus is ook wel zielig eigenlijk. Wie zijn de hunters? De hunters zijn Mark, Kont en Hardstyler, Sander. Jazeker. Ja, dus die moeten ons zoeken. En die hebben ook alles uitstaan, dus die kunnen ons niet zomaar zien. Maar als wij opvallend lopen, zien ze dat natuurlijk wel. En ja, dan komt het goed. Sander, waar bevind jij je ongeveer? Op de weg. En dan komt het helemaal goed. Wacht even. Gerard. Ja? We kunnen toch net zo goed beter niet die kraan in gaan, dan sta je daarboven. Ja, maar dan kunnen we met de parachute naar beneden. Waarom verraad jij elk ding wat wij zeggen? Ja, ik dacht je parachute heb ik. Dan ga je maar weer naar beneden met die kakladder van je. Oké. Nee, dat zei ze niet. Wacht, jongens. Wacht even, hier, poolparty. Jongens, nee, terug. Hier, ik ren hier. Ze zitten ergens bij een zwembad. Nee, die kunnen ze ook alles wijs maken. Jee, poolparty! Hey. In de blote put, in de blote put! Ik vind het altijd lekker om met 2-3 mannen in een bad te zitten zo. Oh, sorry. Au. Ja, sorry. Au. Ik wilde wat anders aanraken. Oké, waar zitten jullie nou? Hè? Huh? Ik ben altijd lief voor Hybrid, Terien. Ben ik altijd, dus dat komt helemaal goed. Ga je de nieuwe Marvel Spooderman spelen? Misschien ga ik de Spooderman spelen. Iemand in België zei wel van komen, dat moet je spelen. Dus wie weet gaan we dat doen. Follow me jongens, of zijn jullie er nu meer? Waar zijn jullie? Oh, dat is goed. Wij zitten nog hier. Oh, Jello klimt op die berg. Nou, je ziet ons dan al lopen zo. Chrome is best, thank you very much, jongen. Dat is vet aardig om te horen. Oké, we moeten even nu wat goed zoeken. Maar kijk hoe goed ik hier sta. Ik kan nu mooi overzicht houden zo. Ja, maar kom van die berg af. Kom van die berg af. Ik was... Ja, we mogen niet in Nederland, dus daar hebben we niks aan. Maar dat moet je ook niet zeggen, Gakpo. Dan kunnen ze weten waar we zitten, hè. Oh, de vliegen overal. Spuitpoep. Born, je weet waar we lopen. Ja. Ik zal even gillen. Ah! Oké, weet je wat? Dat is al een hele hier. Ik zie roze pak weer. Oh, lekker lantaarnpaal staat hier ook. Eentje draagt een roze pak. Nee. Roze pak. Dat zou kunnen. Dat gaan wij niet vertellen natuurlijk. Nee. Moet je een keer ons houden? Misschien ooit weer een keer, maar ik heb nu genoeg series. Want we hebben een Rising World lopen. We hebben Terraria lopen. We hebben Sims lopen. We hebben Minecraft lopen. En we doen nog GTA. En dan mis ik misschien ook nog wel wat, dus niet te veel door elkaar, want dan wordt het een beetje gek, hè, weet je wel. Niks die politie zal dus vast niet zijn. Heb je de Hunter Game zelf verzonnen? Ja, dat deden we al in 2014 of zo, deden we dat al een keer. Ja. Dus ja, doen we al heel lang. En nu weet ik dat we heel veel mensen nu jachtseizoen en dingen hebben, maar wij deden dit al langer. Dus hey, dus dat is wel leuk. Het is gewoon, verzonnen, ja. Weet je, het is gewoon heel simpel. We doen gewoon verstoppen eigenlijk. En dat liep een beetje uit naar, we moeten naar één punt lopen. En zo gaat het natuurlijk gewoon vanzelf. Hartstikke leuk. Maar dan komt er weer Free Roam. Misschien morgen wel. Er is een nieuwe auto en dan ga ik die pimpen samen met wat morgen nieuw is. Vorige keer had ik niet zoveel tijd, dus ik dacht van, nou, dan verplaatsen we het even. Dat is hartstikke leuk. Die snelwachter gaat, dat mag gevaarlijk. Oh, wacht. Ja, klopt. Ik wil echt leren mijn mond te gaan. Ja, ik wil net nog weer je kanus in gaan slaan hier. Oh, dat doe ik maar niet. Stijn van Bemmel, dankjewel voor je 99 cent donation, brother. Thank you very much for your support. Dat is altijd lief van je. Heb ik wat gemist? Nee, je hebt nog niks gemist. We doen de hunting game. En wij moeten nu naar het vliegveld toe lopen. Daar inbreken, met een vliegtuig wegvliegen. En we hebben 3 mensen die ons moeten opsporen. Dus dat is altijd gevaarlijk. Mark, ik ga even een nieuwe auto halen. Ja, is goed. Oké, dit is cool. Pak maar een lekkere sportauto. Ja, gewoon. Nou, daar zit ik al in. Oh, ja, dan ben jij dat die daar rijdt. Ja. Oké, even een beetje op zijn afstand houden, jongens. Paaswit. Toch wel. Ik wil graag met een Chromo Hunting Game doen, maar ik heb een PlayStation 4. Nee, dan kan het niet, helaas. Op de PlayStation speel ik niet. Dus toen niet. Even kijken. Volgen jullie me nog, jongens? Ja. Nee. Oké. Okay. Waar zijn jullie? Dat weet ik niet. Oh, dat ga ik niet vertellen, natuurlijk. Dat is altijd lastig. Oké, dit gaat goed. Zo. Nou moeten we een beetje voorzichtig doen, want hier zitten ze sowieso in de buurt. Au. Oh. Waar zijn jullie? Hier, hè? Niet bij jullie. Waar? Hier dan niet meer. Ja, maar ik ben... Daar is iemand. Daar zijn jullie. Laten we dan even hier al rustig onopvallend oversteken natuurlijk. Ja. Romo, je lijkt net 1 jaar. Klopt, ik ben 1 jaar, ik ben heel jong. Mag ik eens één tip geven? Nou. Huh? Er liepen net een paar auto's voorbij met 4 wielen eronder.
Ja, dat is wel... Die liepen voorbij. Ja. Ah nee, logisch. Liepen voorbij. Ja, die auto's lopen in deze game, weet je wel. Liepen voorbij. YouTube, dankjewel. Ik kijk je al 3 jaar. Ja, ik doe het al heel lang, hè. YouTube gaat maar door, dat is niet te geloven. Hé, Kromo, was het? Bier in België. Dat was wel lekker. Prima. Kromo, wil jij naar mijn verjaardagfeest komen? Nee, Victor, helaas. We kunnen beter zo gaan, toch? Hé, er gaat iemand zwemmen hier, wat leuk! Oh shit, nu heb ik verklapt dat we aan de zee zijn. Jongens, ik ga even het riool bekijken. Wat? Ik kijk even of ze in het riool zitten. Ja, succes, maar volgens mij zitten ze daar juist niet. Oh, kak. Wat stinkt het hier, joh? Oh, het is zo dom dat ik verklapt heb dat we in het water zitten. Je bent nu niet in de douche geweest, natuurlijk helemaal niet goed, hè? Zo maar, dom van ons. Op zich, ja? Als wij in het water zitten, varen dan tegenwoordig boten over de snelweg, of? Ja, nee, verklap nou niet dat de boten over de snelweg heen varen. Heb je wel eens kamelenballen gegeten? Ik heb nog nooit kamelenballen gegeten. Het is ook niet echt de smaak dat ik denk van, nou, kamelenballen lijken me wel lekker. Ik kom uit Amsterdam-Noord. Gefeliciteerd, hartstikke leuk. Ha, Kromo, wij zijn nieuwe kleren. Ik ga helemaal kapot. Ik dacht dat ik er eentje had gevonden, maar nee. Oh. Zijn er nieuwe kleren? Ik ga er eens even kijken. Komt helemaal goed. Maar we zwemmen wel gewoon boor, hè, door dit water heen. Ja, ik zwem inderdaad wel lekker goed, weet je. Water. Wie heeft de politie achter gegaan? Oh, ik heb net iemand ingeslagen. Ja, ik ook. Jullie hebben allebei politie achter je aan? Dat zijn jullie wel agressieve zoekers. Iemand zegt ook, wat is dit droog? Maar dat kan helemaal niet, want het is hartstikke nat inderdaad. Wij zijn echt heel nat nu ook, hè. Oké, jullie snappen wel waar ik nu naartoe zwem, hè, jongens? Nou ja. Ja. Nee, ik denk het niet. Niet naar die boot in de verte, lijkt mij. Ja, naar een boot in de verte zwem ik, inderdaad. Dat is gewoon verstandig, weet je wel. Ik ga nog een beetje brommer. Ik heb er al heel lang niet naar gekeken, naar mijn brommer, wisten jullie dat? Maar ja, dat moet ik wel weer een keer doen. Ik ga er nog een keer mee scheuren, dus daar moeten we binnenkort even naar kijken. Want ik wil even wat meer gaan vloggen. Wij moeten ook gaan vloggen binnenkort, Born. Onze auto's vloggen. Ja. Nou, dan moet ik hem eerst even repareren. Ja, maakt er niet uit, man. Dan filmen we gewoon de achterkant niet. Hij heeft een botsinkje gehad. Waar ben je, Kromo? Ik ben 22. Ik ben een hele jonge vent. Daar ben ik ook blij om. Ik ben dan wel grijs en zo, maar voor de rest... Vlug achter de boom, jongens. Achter de boom. Ja, achter deze natte boom. Ja, dat is een cactus. Hij zit vol vocht. Nee, serieus. Volgens mij zakte mijn trui achter die bomen zitten. Oké. Brand zit daar te struiken. Niet in die kakstrui, brandweer. Dan zien ze je toch, hakbal. Ja, als je Je bent ook wel een eerste klap uitgeklapte lassiebal. Kom op nou. Blijf nou. Brandweer. Ja, zo blijf je zitten. Nee, ik zie je kont nog uitsteken. Je hebt echt een vette reet gegeten. Ja, maar precies van voorhand. Nee, maar pas nou op, brandweer. Je weet wat ik gistermiddag tegen je zei toen ik je opbelde. Leider van de klem brandweer. Leider van de leider van de klem brandweer, pas op, hè. Leider van de klem brandweer. Niet adem onder water, brandweer. Dat kan niet. Je bent geen visstick. Leider van de klem brandweer. Oh. Niet te geloven. Oh ja, hier moet ik heen. Ik kom eens pas nou op die auto. Kan nou, zachter een boom. Ik ben mijn auto kwijt. Ben je auto kwijt? Dat is lastig. Ik zal even briefjes aan de muur gaan hangen. Kromo, doe je weer een nieuwe update laten zien? Ja, morgen ga ik de nieuwe updates checken en natuurlijk uploaden. Dus dat zie je morgen op het kanaal. En morgen is ook nog Fortnite, dus very jongens, nice! Houd water in de gaten, ze zitten in het water. Hoe weet je dat wij in het water zitten? Omdat ik hoor dat jullie zwemmen. Ja, dat zeggen we al de hele tijd, gakbal! Ja, wat dan, babybal? Ja, dat zeg ik de hele tijd omdat ik aan het zwemmen ben. Nou, op zich zwemt het best wel schors achter die boom, hoor. Moet ik wel zeggen dat ik wel in een zwembadje lig, maar hij had wel gelijk. Ja. Nou, ik zit gewoon nog steeds achter die boom. Ja, ik zit achter een boom. Ik zit achter een boom. Ik vind het wel een klein beetje schor zwemmen achter die boom. Ja, klopt. Maar ja, weet je wat het is? Je kunt er niet altijd mee zitten, hè? Nou, dat maar dan ga je terug stuntje doen op je VMX. Binnenkort gaan we wel een keer stunt doen. Dat is altijd leuk. Dat is altijd leuk, zo'n vlog, weet je. Stunt vloggen. Kont heeft een bounty. Wat? Kont? Hey, Kont, heb je een bounty? Kont bounty. Ah, arme Kont. Wij mogen geen helikopters gebruiken. Nee. Want dan pakken wij ook een minigun, weet je wel. Dan hebben we dat. Dat heeft ook geen nut meer dan. Op. Zo, ik krijg wel spierpijn in mijn ballen, jongens. Ik wist niet dat ik spieren in mijn ballen had, maar vandaag voel ik ze. Goedemiddag, wat is dit een eindrennen, hé? Anders gaan we even naar het vliegveld. Moet een beetje uitkomen. Ja, dat gaat zo meteen komen, want we zijn er bijna, jongens. We zijn bijna bij het... Ik ga nu het vliegveld in, dus dat komt nog. Oh, jongens. Ik ben onderwijs. Ja, maar dat komt goed. Ik heb wel eens mijn tilbal verrekt. Oh, dan kun je eens uitleggen hoe dat dan voelt? Hoe voel... Ja, ben ik ook wel benieuwd naar.
Ja, maar het is ook wel goed dat ze dat voor elkaar kregen. Dat kan ik wel eens een keer proberen. Nice, Tim. Ja, ik moet wel zeggen dat dit wel een saaie route is zo. Ja. We hebben nog nieuw keer, ja, we hebben één keer zien rijden net. Dat is wel saai. Maar, ja. Jacobs, thank you very much for your Johan Jacobs, het spijt me. Ja, thank you wel, thank you very much, jongen, voor je 100 euro donatie. En hij zegt, Chromo, hey Chromo, met Johan Jacobs. Ik ben 26 jaar, even oud als ik, hartstikke gezellig. We hebben een match, dames en heren, we hebben een match. Wij mochten alleen auto's. Ja, wij mochten een groot fan van jullie allemaal, maak er een leuke stream van. Dat ga ik zeker doen. Ik moet al tabben, maar dat ga ik zo meteen even doen. Want ik ben even bang dat ik gespot word, aangezien het net lekker mistig was en nu niet meer. Bevinden we ons nu in gevaarlijk water. Dat is water, ja. Maar dankjewel, doe even allemaal een hartje in de chat voor Johan, jongens. Thank you so much voor de support. Dus. Echt waar, thank you very much. Wat zeg je? In de stad was het niet mistig. Nee. Ja, maar wij zwemmen wel. Ja, dat was... Ja. Kom ik achter. Ja, wij zwemmen in de zee al de hele tijd. Ja. Ja. Dat je dat nog niet door had. We hebben ook 30 keer gezegd al dat wij in de zee zitten al. Ja, maar dat is te makkelijk anders, hè? Ja, maar de zee is groot, hè? Dan wordt de stream ook niet zo leuk. Nee, klopt. Dat is waar. Ja. Dus dat ben ik ook niet aan het doen. Nee, inderdaad. Dat water is. Ja, maar het is wel nat water inderdaad, ja. En ik krijg het koud van dit natte water. Ik voel ook bijna van mijn soeler. Ja. Oh, dat moet je niet doen, ja. Dat is helemaal niks. Hey. Ga meer Forest spelen. Morgen komt de Forest, jongens, dus dat is helemaal leuk. Waarom praat jij net Engels? Ik praat Engels? Hoe bedoel je dat ik Engels praat? Ik heb nog nooit Engels gepraat. We don't speak English. Oh, no. We are not even talk about English dingen, want we cannot speak English very good natuurlijk. Yes, we are swimming in the water. Ik ben straight. Dit is niet zo, ausgehen. Ik sta zeg maar op Celine de plaats. Wat is Celine de plaats? Oh, ja, dat is naast ons. Dat is waar sta je? Bij de bosjes daar. Ja. Oh, dan moeten wij even naar links, jongens, want dat komt niet goed. Ik wou het zeggen, dat was even een beetje aan de kant gekomen. Oké, ga naar de stripclub. Nou, laten we dat niet doen, hè, jongens, want ik wil jullie even nog een beetje grote vriend houden. En jullie papa, mama's en vaders en moeders. En alle English people natuurlijk in de stream. En to all the English people, welkom in deze beautiful stream. Zoals you were seeing, de water is een beetje green-blue en de lucht is blue. Zat een stomme auto in de weg. En er is een very mooi kruiswoordpuzzel in de air. Hey, you see? Kerel, ja. Volgens mij zie ik iemand in een rode auto rijden. Oh ja, ik zie ook iemand in een rode auto rijden, ja. Waar zitten jullie dan? Ja. Ik ga het water praten hier. Ik zit aan de rechterkant van het vliegveld, dus als ze mij zien, dan weet je waar... Oh, oh, nee. Hij heeft dus echt een rode auto. Ja, nee, echt. Serieus? Dat is wel heel toevallig. Ja. Jij staat er echt op de ziekte. Dankjewel, hi Bert, voor 5 euro nation! Help Born, ik kan niet meer lopen. Ja, Born Hybrid kan niet meer lopen. Kun jij hem even een kusje geven? Die jongen heeft het zo zwaar natuurlijk. Ja, Hybrid. Binnenkort. Waar download je de games komen? Maar ik wil ook, maar lukt nooit. Waar download je je games? Steam. Ik zit nu bij die Arena. Als je Steam installeert, dan... Arena. Oh, nou, ga dan snel naar het vliegveld. Is het piece of cake? Ik ben onderweg. Maar, dus, dat is goed. Ik kijk je al lang. Ik was 7 toen ik begon met kijken en ik ben nu 7 3/4. Ik wil niet heel lang. Maar van jullie ja, dan kijk je al even, ja. Dat, als je al 3/4 jaar gewoon fulltime kijkt, dan ben je er aardig druk bij. Hey. Hè? Dan ben jullie een beetje kwijt. Ik sta naast die rode auto. Oké. Okay. Dat lijkt me sterk, want dan sta ik langs. Ik weet niet waar ik ben, Born. Ik ben weer teruggegaan, want ik ga niet naar die rode auto toe natuurlijk. Dus ja, ik ga er even omheen via de pimpshop. Als je me zoekt, sta ik daar. Oké. Okay, ja, dan weet je dat al, weet je wel. Dan is dat goed. Komt er een nieuwe Rising World? Ja, dat gaan we ook nog van de week doen. Dus komt good, jongens. Komt good. Oké, nou komt alleen een beetje actie, jongens. Want we zijn in de buurt van het vliegveld. En je weet het, hè. Dan worden we gevonden en dan gaan we weer dood. En dan dat nou ja, dat is niet leuk. Nee. Nee, is niet leuk. Nee. Dat is niet leuk. Waar zijn jullie dan, jongens?
Brandweer. Nou, ik heb... Ja. Leef jij nog wel, of heb je die brandweerslang... Leef nog, hoor. Ik heb wel op verwijs dat die rode auto nog steeds op dezelfde plek staat. Dus jij ziet die auto wel? Nee, die staat niet meer op dezelfde plek. Ja, die rode auto staat... Ja, of het is een bocht, dat kan ook nog, maar... Volgens mij staat die rode auto links op een hoekje... bij het strand slash water tegenover een grote boot. Ja, oké. Bijna het vliegveld zijn, jongen. Of ja, nee, ik denk dat het trouwens een bocht is. Wanneer komt er een nieuwe jongen van Flat? Die hebben uitgespeeld die game, man. Dus, sorry. Als er een update voor komt, gaan we hem sowieso spelen. Ik vind het een leuk spel. Maar ja, we cannot always play it, weet je wel. Dat is very not leuk. Nou, patrouilleren langs het vliegveld, Sander. Ja, ik ook. Zorg van. Ik ben bezig. Ik ben nu aan het streaken. Oh, wat ben ik aan het streken hier, ho. Brandweer, kijk niet naar mijn billen. Hou even op. Klim even over het hek, Brandweer. Klim even over het hek. Ik denk dat ze op een van die jachten zitten. Brandweer, klim even over het hek heen. Want dan liggen er hier een stuk of zes. Jullie mogen trouwens ook een boot gebruiken. Nou, als je het water echt wil verkennen, dan kom je maar even kijken. Dus wanneer mag dat dan? Mag het uit al. Klim even over het hek heen, jongens. Boot zou alleen niet vanuit de lucht. Vanuit de lucht mag geen zicht. Dat hek is net te hoog. Ik kan er net niet bij komen. Het is echt een kakhek. Kakhek. Zit Skylines wil ik misschien ook wel een keer doen, ja. Die is nu wel aardig uit de game, dus dat is nice. Of rollercoaster, ook leuk. Dabadid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 abadabadi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 dabad
Ja. Ja, man! Dankjewel, ouwe. Dankjewel. Al die auto's weg. Thank you very much, Johan. Dankjewel voor je spijt. Dat er geen dolfijnen zitten in het water hier. Wat dan? Hè? Ja, ik zag iemand zwemmen, maar ik zag niet wie. Ja, schieten dan, je. Waar ben je? Ja, dat mag niet. Je mag alleen een hapjesstootje. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja. Maar moet je ook het water in komen, jongen? Wie zit er in het water te zwemmen van ons dan? Oh. Koeltijn? Oké, dat was jij het boord? Heb je hem neergestoken? Oh, you're my hero. Maar nogmaals, dankjewel Johan. Doe even allemaal een hartje in de chat voor Johan. En een kus voor Zoomie, zegt hij. Nou, Zoomie, je hebt een kus van Johan gekregen. Ik hoop dat je hem even aanvaardt natuurlijk. Ah, dat is leuk, dat is leuk. Zoomie zal vast blij zijn met die kus. Born, heb jij hem gekild of wat deed je? Nee. Nou ja, nee, ik liet alleen even mijn hoofdje zien. Zelf meer. Maar hoe is hij dood gegaan dan? Dickie bom. Hij nam een pilletje toen hij jou zag. Wie zit er met die auto onder mij dan? Oh, je mag toch geen bommen gooien? Nee, dat was een torpedo. Hey. Foutje, verkeerde knop. Ja, ik zie geen bommen nu. Ik ben niet waar hun zitten. Ja, precies jij. Ah, kijk Johan, liefde voor jou, jongen. Thank you very much. De teams zijn Bornik en Brandweer tegen Kont, Mark en Hardstyler. Dus het is spannend, nek aan nek natuurlijk, hè. Brandweer, wat ben jij aan het doen? Kijk, nou wil ik niet ben je aan een diepzeevis of zo? Maar nee, volgens mij staat er iemand op een rode auto. Ik sta er nooit bovenop. Wie is dit hier op het strand? Dat ben ik. Hé, jongen, ik sta bij die voordeur, maar die deur wil niet open. Ja, dat klopt. Dan moet je even via dat bakje, springen. Go, gaan. Ja. Er zitten sowieso twee auto's hier achter, dus je hebt vrij spel. Ik zou nou zitten er twee auto's achter? Dus ik kan gewoon gaan! Ja, er zijn hier twee auto's. Oh. Een rode en nog een andere. Jullie zijn wel heel handig, jongens. Arik, andere kant op. Ja, andere. Oh, Contijn die heeft zich uit. Maar ik kijk al 3 jaar. Nou, dat is nice. Morgen komt Forrest, jongens, dus het komt helemaal goed. Pak zo'n onderwaterauto. Ik mag niet rijden. Achterrijstrand toe. LGT, hou op. We doen alleen maar gewoon normale auto's. Oké, jongens, I'm going with the flowing. Ja, de rode auto die staat nou helemaal achteraan bij het strand ongeveer. Oké, dus die rode auto rijdt nog steeds? Ja, die rijdt nog steeds. Die andere auto op. Hij is hier uitgestapt, zo te zien. Oké. Okay. Ja, ik ben me nou aan het verstoppen daar op een vliegveld in die. Oké. Okay. Ja, nee, je moet gewoon een vliegtuig pakken opstaan. Ja, ga maar een vliegtuig als je kan. Ja.
Ik kan gewoon gauw weggaan. Oh, rijdt, de andere rijdt in een zwarte auto. Dus jij bent bij hun? Er staan twee bij elkaar. Ja, hier staan twee bij elkaar. Er staat er maximaal eentje voor. Want weet je, dus ik ga nou op een rennen zetten. Hij is net nieuw gespand. Dus hij yo, voor, go for it. Go with the flow. Kunnen we als je hem terugkijken op YouTube? Ja, ja, dat kan zeker. Ik anders in. Ik heb ze hier wel. Even kijken hoor. Ik ben dus eigenlijk het al aan het afzien. Ik kan niet zien hoeveel kijkers we hebben, jongens. Hoeveel kijkers hebben we dan? Ik zie 275 trouwens staan. Of 2275, sorry. Ik kijk nu een half jaar. Nou, gezellig. Leuk dat jullie allemaal kijken. We gaan eens even klatsen met die balhaar, jongens. Klatsen met die balhaar. De zwarte auto, ik herhaal, de zwarte auto is weggereden. Oké, dankjewel, Born, dat je dat even herhaalt ook. Kun je het nog één keer herhalen, want ik verstond het niet. De zwarte auto, ik herhaal, de zwarte auto. Kun je het nog één keer herhalen, want ik hoorde niet de herhaling, zeg maar. Die miste ik. De groene auto, die is zojuist opgestegen. Maar dat is toch een zwarte auto? Hoe kan die nou de groene opstijgen? Ja, dat, ik moest het ook herhalen wat ik zei. Oh ja, volgens mij heeft die zwarte auto een opvliegertje dan of zo. Ja, precies. Dat zal je niet zien. Daarbij zat die rode auto met dat kereltje in de hoek nog steeds op dezelfde plek. Oh, trouwens, ik mag eigenlijk niet rijden, maar ik zit in een golf op dit moment. Even kijken hoor, jongens, want ik ben echt zeeziek aan het worden. Hé. God, wat ben ik aan het zwemmen de hele tijd? Het water in de gaten, jongens. Ik blijf hier trouwens gewoon op de hele tijd op de rechtplek liggen, gewoon recht voor zijn neus, maar hij ziet me niet. Oh, dat vind ik wel goed. Ik zei het ook wel leuk. Ja, sorry Elastic, maar dan gaan we nu verandering in brengen. Recht voor hem neus op de steen. Gaan we nu een verandering in brengen. Ben jij Kief? Ik ben Kief, ja. Hi, hartstikke leuk. Ik ben Kief altijd al geweest. Oké, daar gaan we. We're taking some risk here. I'm just staking over the street. Waarom gaat dat hek niet kapot? Hoeft niet kapot. Je hoeft niet naar buiten toe, dan kunnen hun ook niet naar binnen. De rode auto rijdt meer naar de linkerkant toe. De rode auto staat nu links op de hoek. Links op de hoek? Ja, waar ben jij dan, Born, dat jij dat allemaal weet? Ja, ik zie alles. Ben jij, zit je in de hemel of zo? Nou, ik kan ook nog eens gaan verder kijken vanaf de boot. Ja, dat kan je beter niet kunnen zeggen. Ja, Milan Saat! Ja, nou ben ik daar. Maar welke boot? Er zijn zoveel boten. Motorboot! Jelmer, dankjewel voor je 3 euro donatie. Hij zegt, Hunting Game is gehaktbal geweldig. Kijk, en die gehaktbal doet het hem ook weer, weet je wel. Ik heb nou zin in een gehaktbal met Su, jongen. Ik zou die hele gehaktbal zonder op te kouwen in één keer doorslikken en ook weer de volgende eruit poepen. Gewoon plop. Gewoon plop. Ploppen de ploppen de plop. Ja, die. Maar ik zie inderdaad nog maar één hier zwemmen. De andere twee zijn weg. Wat heb je? Zwommen wij bij elkaar, dacht je dat? Nou, dat weet ik wel zeker. Zak je die. Ik ben niet gewoon de hele tijd een keer op bezig gaan houden, maar alleen maar op en neer te zwemmen. Dus hebben jullie vrij spel. Ja, nou, dat zal wel dan, ja. Wie sprong er nu het vliegveld op? Ja, dat was ik. Nee, dat was ik. Het gaat heerlijk hier hoor, van Maalders. Het gaat lekker hoor. Het gaat verrukkelijk, man. Dus dat je een sniper mag gebruiken, want anders hak je al lang dood, Bon. Ja, maar ja, helaas hè. Helaas, dikke vette pot pindakaas klappen tegen je kanus hier. Gelukkig heb ik niet zo'n opvallende auto. Nee, pimpelmees rood. Ga straks gewoon proberen. Ja, dat gaan we doen, Maar ik wou gewoon even één keer kijken hoe goed ze waren. Dan ben ik eindelijk een heel stuk naar rechts gezwommen. En wat doet die keer? Rijdt even met zijn auto naar rechts toe en ja. Ja, mooi toch? Ja, verschrikkelijk. Vind ik hartstikke mooi. Daar doen we het voor, jongens, hè. Maar ja, weet je, zo is het leven. Je moet een ballon met water in de vriezer doen, dat doe ik ook. Maar wat is daar zo leuk aan dan, om een ballon in het water te doen? Dan krijg je een ijsballon, ijskoud. Een ijskoude ballon. Dat zul je net zien, hè, dat je dat krijgt. Lekker aan het zwemmen, Born. Nee, ik ben niet aan het zwemmen. Ik ben lekker aan het zwemmen, hoor. Mogen wij ook op jetskis? Allemaal aan het zwemmen. We zeiden net van wel. Ja, boot. Dat is niks voor gelogen. Hey, wacht even. Bon, ik denk dat ik één leven. Ik mis even één leven, Bon. Ik word aangereden hier. Oh nee. Hé, hey, Mark, je bent een idioot. Ah! Hey, ik heb een kruimel, jongens. Waar? Bij vliegtuig. Oh nee.
kan hem alleen niet vinden. Ja. Nou, oh jee, dat zou ik dan nog wel gauw gaan kijken op dat vliegveld. Laat mij even rustig uitstappen. Nee, maakt niet uit, Born, ik leef nog. Niks aan de hand. Bij die niks hangar. Aan de hand. Ik leef nog. Ja, bij die hangar. Bij de Titan. Ik leef nog, Born. Niks aan de hand. Ik overleef dit gewoon. Ik ga gewoon lekker. Ik heb nog een teamleven. Nothing on the hand, jongens. Dit is allemaal voor de team, jongens. Oké, maakt niet uit. Ik lig. Oh jee. Hij weer. Nee, niks aan de hand. Ik leef nog. In voordeel staat hij aan de buitenkant. Dus nu hebben wij nog één teamleven. Ja. Ja, dat is in principe wel een voordeel. Dan staat hij lekker aan de buitenkant. Hebben wij meer plek. Ja. Ja, nou echt gewoon lekker aan de driekant aanvallen. Ja, dat is wel prettig. Kom jongens, even 15 seconden uitloop. Ah, die in hier in het water niet hoor. Nee, die niet. Nadeel is, ik kan hem niet met een pistooltje raken. Hij zit net te ver. Ja, hij is Jeroen! Waar ben je, Sander? Oh, ja. Ja, nog steeds aan die laatste kant. What the fuck? Ik zit zo aan de links en ik zit zo aan de rechts. Ja, zie je zwemmen, dus als je succes. Video maakt met al stukjes video waar jij een kak zegt, hoe lang zou de video dan zijn? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook wel af. Pepijn, maar ja, dankjewel voor je donatie. Ik zou het echt niet weten. Die boot. Kan iemand alle kaks uit alle video's knippen die ik ooit heb gemaakt? Ja, de 100 door misschien dan. Nee, ik ben niet bij boot. Longest jump. Dat lijkt me wel leuk. Maar in ieder geval, thanks voor je donatie, bro. Thank you very much. Roma droeg een zwart pakkie. Ik had geen zwart pakkie, hoor. Ja, grijs dan. Ik had een pimpom meest groene pakkie. Hoeveel teamlevens hadden we nou totaal? We hebben er nog één, dus don't die. If you die, I will cry. Ja, nee, precies. Maar dat zal vast niet gebeuren, toch? We gaan nooit meer dood. Ik bedoel, easy peasy, lemon squeezy. Komt altijd goed. Leuk dat je... Nee, dat was een vogel. Papier. Ah, eindelijk. Lopen. Ja, ga even lopen. Oké, Born is aanwezig. Ja. Ja, Born is aanwezig. Ja, ik ben afwezig al de hele tijd. Ik ben aan het eten. Oké, ja, want ik kan je wel opwachten, maar ik zit te kijken eigenlijk van... Welk vliegtuig dat je gaat pakken? Nee. Gewoon, ik wacht op jou. Gewoon heel netjes. Oké, ja, nee. Kan je heel lang wachten? Hoezo kan ik lang wachten? Born is er bijna. Ik sta weer helemaal op dat kakstrand. Oh ja, maar ik kan daar gewoon even, als je wil, jou ophalen. Dan pik ik je even op. Ja. Ja, zal ik dat even doen anders? Ja, nou, ik zou het niet. Nee, ik ga jij maar even hier naar binnen. Dat komt wel goed. Ik zal even een beetje kijken hoe of wat. Want, Hey! Hey, dat mag niet met machinegeweer. Wie is er met die helikopter op die boot bezig? Hey, er stijgt iemand op. Ja, dat zag ik. God. Er ligt nou een helikopter in het water. Jij zag Gerald. Hè? Je mag niet schieten met mij, hè, met raketten. Nee, doe ik niet. Oké, dan is het goed. Maar ben jij serieus nou? Ja, ik vlieg daar gewoon. In de lucht daar. Ja. Weet je niet hoe... Ja, ik wil je wel even komen ophalen, maar dat is wel lastig. Wie vliegt daar met dat vliegtuig? Ja, dat ben ik. Nee, dat ben ik niet. Ben jij aan het vliegen? Ja. Ja, hij is ontsnapt. Ik weet niet waar jij bent. Moet ik je even ophalen? Ja, ontsnapt. Land ik bij in de buurt nu? Nee. Verder of naar achter? Nou, laat ik het zo zeggen. Naar achter? Heel veel lampen. Nee, ja, opzij. Ja, welke zij? Nou, waar een grote explosie was. Ik hoor rechts een explosie. Ja. Zit je op die boot? Dan wij. Ja, dan vlakbij zit hij, ja. Ja, hoe moet ik op een boot landen? Ja. Ja, ik wil het proberen. Daar ga je! Ja! Ik kan daar niks. Ik probeer op de boot te landen. Wacht even. Ik ben weg van de boot. Kom naar het strand! Kom naar het strand met je krent! Ja, maar ik wacht ook niet bij jou erin. Brandweer, natuurlijk wel. Wacht daar wel? Ja, hun hebben nu alleen de tijd om mij met pistool neer te knallen. Dan heb ik alsnog niks gewonnen. Hey, dat was mijn auto. Nou, ga naar die boot toe. Dus waar dat je ook landt als hun, daar zijn met een auto. Ja, en er rijdt een auto het water in, dus... Hij heeft een onderzeeauto, of niet? Ja, dat mag eigenlijk niet, hè?
Gerard, ik stuur jou even een appje, goed? Het blijft een auto natuurlijk. Kun je doen. Ja, dat klopt, maar we doen gewoon echt alleen auto's, zeg maar. Geen onderzeeërs en shit. Oké. Leuk dat jij hier een kont komt, maar... Misschien moet je naar... Brandweer! Ja? Waar ben jij? Ja, dat weet ik ook niet. Brandweer? Ja, ik ben een beetje weer verdwaald. Goh, hij is verdwaald. In de woestijn. Hij is verdwaald. Hoe kun je nou weer verdwalen in deze game? We spelen al 3 jaar dit spel. Ik stuur wel even. Oh. Ja, stuur maar snel een appie. Dan ga ik wel even kijken. Goedemorgen, Barry Baksteen. Oh ja, is goed, Born. Ik kom je daar op pikken misschien. Ja. En brandweer, waar zit die frikandel? Mag ik? Ja? Nou, bij de achterkant. Oh, jij fixt het zelf wel, brandweer. Ik ga daar niet helemaal heen vliegen. Waarom loop je maar bij de haven? Ja, sorry. Je bent ook wel af en toe een dikke, vette frikandel. Maar goed, dat maakt niet uit. Dan weten ze in ieder geval waar ze moeten kijken. Ik explodeert echt van alles met die boot recht voor mijn neus hier. En wat, zit jij bij die boot nog? Ja, maar ik vind het een beetje eng worden. Het wordt een beetje warm. Oké, jongens, ik ga draaien. Hij zit er bovenop, Mark. Zit je op die boot? Ja, bovenop. Hai, jai, jai. Kippenvel. Nou, kippenvlees. Hij duikt nou naar beneden. Oké. Hij ligt nou ergens in het water. Oké, ik heb hem... Mark, ga nou eens naar de achterkant van... Denk je hem daar neer te kunnen schieten dan? Oké, opgeblazen palingworst. Ik sta klaar. Ready for take-off. Dames en heren, koeken en peren, dikke palingen. Ja, het duurt toch wel een kwartiertje. Duurt nog een kwartier? Holy dikke molen, jongen. Ja, verschrikkelijk dit. Ja, voordat ik op dat vliegveld alleen gezwommen. Brandweer, heb jij al een vliegtuig of nog niet? Nee. Het schiet ook niet op met jou. Je stond daar een vliegtuig op een foto. Ik zie hem niet. Ik zie hem niet. Achter. Verschrikkelijk dit. Ja, ik zie jou wel, maar weet niet waar jouw auto heen gaat. Wat? Maar jouw auto zit bijna aan de voorkant nu. Aan de voorkant? Ja. Wie zit aan de voorkant? Jongens, even een beetje doorklappen, hè, want ik sta hier te wachten. Hé, als je dat vliegtuig pakt, welk maakt niet uit, hè? Nee, het maakt niet uit als die me vliegt. Ja, maar opstuift. Pak nu ook een boot. This is airline brandweer 18, you're ready for takeoff. Oh, deze hoe ga je, ja, hoe met ga je omhoog? Met een zwemmen? Ja. Ga ik jou niet vertellen, want alles is in jouw voordeel. Ja, ik zie nog een vliegtuig vliegen. Ja, een groene. Een groen vliegtuig? Brandweer, heb je een vliegtuig? Ik ben zo trots op je, Brandweer, echt waar. Brandweer, goed gedaan. Jongens, even allemaal applaus in de chat typen voor Brandweer. Applaus voor Brandweer, hij heeft het gehaald. Ik ga zeg maar. Wat is het, een harde kastanjeboom en Kont gaat dood. Nou, Kont is ook weer dood. We hebben ons leven weer terug, jongens. Kont is dood. Nu spant Kont naast mij, weet je wel. Oh, no, that's not great. Maar hoe zwem je nou omhoog? Met S of zo. Kijk, oh, Brandweer, heel veel applaus in de chat. Hoe klapperend gezellig is dit? Hey, waar ben jij nou, Trekveer? Ik ben onderweg. Jongen, ik stuur Barry op je af, dan zwem je tenminste even door. Oké, Brandweer, probeer even rustig te landen hier, Niet op mij. Brandweer, blaas alsjeblieft niet op. Rustig aan, Brandweer. Pas op voor die paal. Oké. Oh, ik ben er al een stukje van. Brandweer, er zit daar water, Brandweer. Ja, ik... Ja, je hebt het gehaald, dat is goed. Je kunt ook bij mij instappen, Brandweer. Er komt alles even helemaal gezellig. Ja, ik zit een stukje dichterbij die... Oh, tuurlijk. Ja. Dichterbij wie? Ja. Ja, ik snap dichterbij die haven. Ga ik goed? Wacht even. Ja, ik nee! Moet... Wat? Die andere dichterbij. Je moet de andere kant op. Ja. En dan heb ik net 2 gasten voor een kanus geklapt met een vleugel. Nou jongens, monster geeft je vleugels! Ik snap hem helemaal niet. Ben jij gewoon zelf naar binnen gelopen of zo? Er landt nu een vliegtuig op het vliegveld. Ja, klopt, dat ben ik. Ben ik nu in de buurt? Ja, ik roep wel stop. Ja, ik kan niet veel verder, hè, want dan zit ik met mijn neus in die ding. Ja, maar die was je nou gewoon is het stopt? Een boot? Ja, stop ik. Maar. Ja? Ja, kom eraan. Ja, dat werd tijd dat je eraan komt. Ja, wacht even. Ik hoop niet dat het vloed wordt, want dan ben ik een zinkende banaan.
Kom op, ja, iedereen zegt het ook, hè. Je kan het, Born. Dus dat komt goed. Kom! Brandweer, blijf leven, hè, brandweer, want... Ze zijn er! Gas! Oh, zijn dat dan, man! Gas! Ah! Gas! Ja, op het strand zitten ze bij de pier. Ik kan niet opstijgen, gas. Brandweer! Ik heb lekkage! Mijn wc lekt! Hij gaat niet omhoog! Ja! Zit je erin, Born? Nee, ja, godzijdank, ben je er nou nog niet? Nee, ik heb daar bijna bij. Ik heb geen baan, ik kom er niet in. Ja, mijn motor die valt het uit, dus dat is niet echt een pretje. Alsjeblieft! Dat is niet echt een pretje, dit. Alsjeblieft! Ja, dank je, vooral dank je. Oké, nou, ik klim nou de trap op daar, bij het vliegveld. Ja? Ja. Nou, je pakt maar zelf een vliegtuig, jongens. Ja. Laten we nog een potje doen, ja? Oké, maar dan andersom. Wat, ja, nu heb je... Nee, wij gaan nog een keer erheen rennen als je het niet erg vindt. Nu hebben jullie een beetje geproefd aan de smaak. Oké. En nu gaan we het opnieuw doen. Maar ik ben nog niet escaped. En dan gaan we het spannen. Ja, dat duurt jaren met jou voordat jij een keer escaped bent. Ja, ik kan niks aan doen, ik was er bijna. We gaan niet meer eten zwemmen. Ik vlieg nu langs. Zie je me vliegen? Oh ja. Ja, ik zie wel even de hele tijd vliegen. Ja. Kijk eens hier, oh. Waar? Nou, kijk, je weet wel dat die jetskis liggen, hè? Ja. Daar staat, er ligt zo'n groen dingetje hier in het water. Ja. Kijk eens. Dus, ja, daar sta je op. Ja. Lekker, man. Hallo! Hoi! Hey. Oké, nou, moet ik je even ophalen dan alsnog en dan gaan we gewoon even opnieuw. Ja, nee, ik kan me niet raken. Dan was dit een soort inkomronde. Kan ik niet raken? Yep. Ja, met de sniper wel. Ja, nee, ga maar niet dood. Zwem maar naar de kant, dan stap je in het vliegtuig. Gaan jullie weer naar je plek en dan gaan wij weer naar de plek en dan... Goed, ik ga even een nieuwe auto regelen. Ja, dat is wel slim. Oké, kom ik aan. Kun je ook even andere kleding aandoen als je slim bent, natuurlijk. Ja. Wil je dood? Nee. Nee, wij hoeven niet dood hoor. Wij vinden het wel lekker om te blijven leven. Vinden we gewoon prettig. Even een beetje opschieten, want mijn auto, mijn vliegtuig die stopt er zo meteen helemaal mee. Ja, ik probeer even een bochtje te maken. De ronde hierna ga ik zoeken, jongens. En dan denk ik, lekker brandweer, ouwe loebus. Boor, moet ik nog een kwartier wachten of hoe lang duurt het? Nee, ja, totdat de water ophoudt. Oké. Oh ja, water houdt nooit op, hè? Jawel. Zo'n hekel aan water. Kijk, ja, eindelijk op het land. Hey, Boor, tot ziens, hè? Nee. Oké, ik draai al voor je. Hey. Zo, ik ben even aan het keren, hier, oh. Kom maar, brandweer. Boor. Oh, dat was mijn motor weer. Ja, hij start weer op. Oké. Jij bent niet van brandweer aan het stelen. Oké, kom maar erin, brandweer. Daar gaan we. Doe maar de andere deur. Daar, ja. Perfect. En you could do, let's go. En dan lig jij hier weer voor. Oké, gaat goed. Wat zijn dit voor tonnetjes? Kan ik daar ook kapot gaan? Pas wel. Hè, die motor die gaat de hele tijd uit. Ik kan zo niet opstijgen. Gatsie. Kan ik er tussendoor? Nou jongens, ik ben al weg hoor. Ja. Jij staat in de fik. Ja, het... Wie zit hier in de auto? Ik heb betere tijden gehad. Ja, ik heb mijn eigen auto al gepakt. Kom op, stijg op! Ja, zie, het gaat wel goed jongens. We redden dit wel. Ja. Born heeft wat tijd nodig. 30 minuten om in een vliegtuig te stappen. Heb jij die politie? Ja. Maar we hadden dat water gedaan. We hadden de hele tijd mij in het zicht, waar ja, het water was even niet helemaal, hè? Ja, we zijn er uiteindelijk wel door ontsnapt. Ja, maar het was niet leuk. Er zat te weinig spanning in. Dus we gaan nu gewoon weer... Ik heb hem eens één keer gepakt, omdat ik ineens mijn vliegtuig hem zag rennen. Ja, dat klopt. Ik ben gepakt. Maar ik dacht ook meer gewoon alles of niks. Dikke YOLO, pis aan het hoofd. Ja, terug naar wacht, we moeten bij die grote gebouwen hier ergens zijn, ja. Hè? Ja, maar iets verder nog naar achter, maar... Nou, zullen wij dan maar weer naar het vliegveld gaan? Ja, ik ben terug naar de startplek. Ik kom eraan. Ik kom er ook aan. Ik ben aan het liften tegenwoordig. Ik ben lifter geworden. Ik ben onderweg. Ja, nou niet naar ons, want wij moeten nog even een ander onderbroek. We hebben de hele dag in het zeezout gelegen, weet je wel. Mijn hele onderbroek is gewoon wit haar uitgeslagen. Liggen hier nou gefeliciteerd Dutch Coach met je zusje! Congratulations! Brandweer! Ja? Je vliegt de verkeerde kant op, ik denk zeg het even. Ja, jij bent dood. Oh nee, dat is Born die de verkeerde kant op vliegt. Ja, ik was je aan het zoeken.
Ja, ik sta weer bij het vliegveld. Oh. Ik ga weer naar dezelfde winkel daar, weet je wel, Bonnie? Ja. Bonnie Maloney. Ja, ja, ik denk dat zoiets. Oké, okay, volgens mij is hier namelijk dat andere... Ja, kan niet meer. Wow! Sorry, dat bankje. Oké. Okay. Zo. Klap ik hem even hier. Er zit volgens mij hier om het hoekje. Oh, paal op mijn hoofd. Is dat hier? Ja, land maar. Ja. Nee, één straat verder, denk ik. Ik hoor een motor van een vliegtuig, maar... Volgens mij is het aan deze kant. Wacht even, als ik het daar hoor, ben je daar. Als ik het daar hoor, ben je daar. Dus jij bent daar. Ah, kijk, nice. Heel lastig, als je oortjes andersom zijn. Hier zo? Ja, ik zag je vliegen, maar ik ben een andere kleding aan, dus ik kan nu niet kijken. De oortjes andersom. De vulling kapot, ja, dat is nooit lekker. Dat is nooit lekker. Biefstuk met Bami scheid. Ja hoor. Oh, ja, daar rij is. Ja, sta ik nou. Nou, laten we dat niet doen. Dat is niet echt verstandig. Nee, dat is ook niet verstandig. Dat valt ja. ook op. Dat valt helemaal op. Dit valt ook op. Dit valt ook op. Dit valt ook op. Dit valt ook op. Eigenlijk valt alles op, jongens, wat ik aanklik. Oh, wacht, kijk. Oh, hier zijn een paar doorgevallen. Dan weet ik zeker dat ik toch vrij goed zat. Yeah, Cowboys, here we go! Die is ongespoten. Een vrachtwagen geparkeerd. Jongens, kan die vrachtwagen hier even opbokken? Hey. Brandweer. Heeft brandweer zijn wagen fout geparkeerd? Ja, brandweer is verkeerd geparkeerd, hè. Er wordt een bekeuring, dat snap je natuurlijk wel. Pikachu, I choose you! Nee, je moet geen Pikachu pak aan doen, want dan ben je zo'n gele kanarie, dat valt wel op, zeg maar. Dat is Born toch al? Nou, lijkt me niet heel verstandig natuurlijk. Ik zit stiekem te kijken. Kes, jij bent echt heel stiekem. Holy moly. Heb je al een keer MCPE gespeeld? Nooit van gehoord. Ik zou niet weten wat het is. Multiplayer. Waar zijn jullie? Ik sta buiten. Waar Sander? Dit ga jij aandoen? Ja. Nou, ik kun het dat als vliegtuig. Ja, je kunt het proberen. Ik bedoel, als je het haalt op deze manier, dan vind ik het knap. Waar zijn er jullie? Wij staan aan de linkerkant van die kakvrachtwagen van je. Ja, jongen. Hé, hey, verkoop je dildo's of niet? Big goods. Wat denk je ervan, brandweer? Ja, brandweer, jij valt wel te veel op hoor, met dat zwarte pak. Oh, ja, Born is een wandelende Amerikaanse vlag, dat is beter. Auw. Even die hoed eraf. Auw, dat kan toch niet, die zit vastgelijmd. Dames en heren, wees gegroet. Ik ben uw president, Bert Berendsen. En voor u, meneer, heb ik een cadeau. Oh, wacht even op je rug. Een onderweg, hoor. Nee, brandweer, even stilstaan. Yep. Born. Ja. Alleen één ding. Waar ben je? Binnen. Hij zit in de winkel. Oh. Pas op, hè, want er zit wat op je rug. Dat jeukt. Ga even naast Born staan, anders. Ja, dat is altijd leuk. Kunnen jullie kennismaking in gesprek houden? Kunnen jullie met z'n tweeën anders het hokje gaan, hé? Ja, gast. Wat? Ja, ik weet niet. Er komt iemand binnen die een wapen trekt met je op. Ja, nou is de winkel dus dicht. Nou, daar is hier links nog een winkel. Nou, het is wel spannend zo, Born. Oké, okay, zijn we er klaar voor? Ik heb hier nou niet echt een hoge hoed van opzet. Nou, je hebt een hele hoge hoed op, jongen. Ik heb een liefje afgemaakt. Hey, zullen we maar beginnen dan, jongens? Ja. 75 dagen. Brandweer, ja. Zullen we maar beginnen, jongens? Ja, 3, 2, 1, go! Daar gaan we, brandweer. Ja. Jij gaat in je eentje verder. Hey, nou, weet je wat jullie doen? Ik denk dat ik ook gewoon mijn eigen pad ga. Ja, we gaan allemaal ons eigen pad, ja? Nee, we blijven wel een beetje bij elkaar. Dan zal ik stoppen met mijn auto te pimpen. Het eerste best wat ik ga doen is naar een andere kledingwinkel, want dat vind ik toch wel redelijk. Ja, dat zou ik eigenlijk ook wel doen zoeken, toch? Was. Ja, 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 jullie mogen zoeken. Wow! Was jij dat, Sander? Ja, dat was ik! Hey, Born! Daar zijn we weer. Ja, we zijn alsnog weer bij elkaar, weet je wel. Nou, daar gaan we weer, jongens. Voor de mensen die niet weten wat we aan het doen zijn. Wij moeten nu naar het vliegveld toe gaan. Dit keer gaan we binnendoor, zodat het wat spannender is. Er zijn 3 mensen die moeten ons tegenhouden. Wij moeten daar een vliegtuig pakken. En we hebben een paar levens, ze mogen niet doodgaan. Ja, jongen! Brandweer! Voor mij is brandweer een beetje. Ah, dat was 1 leven? Ja. Nee, dat telt niet. Oké. Oh, ik heb zo'n hard hoofdje. Ja, dat viel wel mee. Die klapte aardig uit elkaar, hoor. Ik weet niet waarom, maar ik voel mij aangekeken. Holy shit, gang attack! Oh, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Ik ren even deze kant op. Ik heb even een beetje... Stel dat ze aardig bij je. Spaanse geit hier, oh jongens. Een hele hoop Spaanse geiten. Nou, ik ben 3 keer in mijn tepel geraakt en 1 keer in mijn bordje, in mijn ding.
Oké, dit is verstandig. Nou, onze wegen zijn gesplitst dus hier, neem ik aan, of niet? Ja, ik denk het wel. Ik zie waar zitten jullie dan? Ja, dat ga ik niet vertellen natuurlijk, brandweer. Want als ik ga zeggen dat ik weer door de zee aan het zwemmen ben, staan ze weer de hele dag bij de zee te wachten. Ja, joh. Ja. Ja, ik heb natuurlijk zeeën van tijd daar niet van, maar... Oké, ik ga wel... Maar ik vind al dat zeewier in mijn spleet wel lekker. Ja, dat snap ik. Zeewier in je spleet is ook wat je wil. Ja. Oké. Ja, we proberen het een beetje de sneaky way te doen, jongens. Ik ben op tijd voor het begin. Ja, kijk, je hebt geluk, Joey. Je hebt geluk. Even kijken. Jullie kijkers mogen een beetje zeggen waar ik heen moet lopen. Dus ik ga nu even kijken naar de kijkers wat jullie zeggen waar ik dan heen moet gaan lopen. En dan ga ik gewoon even een klein beetje de weg volgen die jullie mij vertellen. Hoe leuk is dat? Wel hier blijven staan, hè, Henkie. Zo. Kijk, dan kunnen jullie een beetje gaan zeggen van... Nou, Chromo, het is misschien slim om daarheen te gaan of daarheen. En dan ga ik een beetje via die weg, weet je wel. Dat is altijd nooit. Nou, oké, via dat. Oké. Jullie lezen de chat niet, hè, jongens? Nee, ik heb hem niet aanstaan. Nee, dat vind ik wel fijn, inderdaad. Om je op de game te concentreren. Ik moet naar het vliegveld. Ja, dat is wel de bedoeling, jongens. Oké. Born, heb jij al andere kleren aan, of nog niet? Nee! Dan zou ik daar eens in gaan. Ik ken de map, zeg maar niet echt, dus ik weet zeg maar niet echt waar alle kledingwinkels zitten. Snap ik. Wie heeft de politie achter zich aan? Oh. Geen idee. Jij dus? Dat zou kunnen. Oké. Maar ik zie nog geen politie. Volgens mij zit er trouwens één iemand op mijn motor, maar dat weet ik niet zeker. Oké, hoe weet je dat? Dat gok ik zo. Oké, ja, jongens, ik heb een idee wat jullie zeggen. Ik ga daar via langs. Maar ik ga het natuurlijk niet hardop zeggen. Dan weten jullie, dan weet iedereen waar ik heen ga. Dus dat is ook weer zo gevaarlijk. Wat? Dus we doen even kalm aan. Met onze banaan. Ik hoor alleen iets. Ik hoor in de verte politie rijden, denk ik. Weet je wel, dat is verschrikkelijk. Maar, oh ja. Hmm. Ja, klopt. Dat is, je ik wist niet dat NPC's door rood licht. Ik hou dit gewoon zo aan, jongens. Dat is ja, goed. Die rij je ook soms kan rood. Even kijken. Ja, ik vind het een beetje spannend hier, hè? Dat is een beetje een probleem. Hmm. Oké, dan gaan we. We gaan gewoon even. Zo. Jongens, daar rijdt eentje in een witte auto volgens mij. Oh, me. Ik zie er iemand. Nee, ik zie er twee in. Ja. Wat? Jongens. Ja? Mag jullie alsjeblieft hier wegkomen, want ik ben niet een van die twee. Hij gaat de metro in, Ja, ik zie het. Wie gaat er de metro in? Jongens? Ja, wie? Ja. Kak! Ik denk brandweer, als ik het zo hoor. Brandweer? Ja, brandweer! Brandweer. Ah, dat is één. Nou, arme brandweer. Wie was die motorrijder? Oké, brandweer, laat even weten hoe ziet het eruit. Brandweer, was de gele motor? Ja, eentje met geel erop. Ja. Dat was ik. Oké, eentje met... maar wat voor kleur kleren alles aan? Ik zag er eentje alleen geel met grijs of witte broek. Oké. Hé, hey, waarom schiet je mijn... Oh ja. Oranje motor met een roze vest. Oké, oranje motor met een roze vest. Met veel politie. En, ja, politie hoor ik. Wacht even. Ik heb mijn sluitertje gezond. Maar jullie? Ik ga deze de even andersom in doen nu. Bellen. Maar kan ik nou wel met een auto rijden of nog niet? Nee, je hebt nog gewoon levens. We hebben nog twee levens. Ja, ze moeten jou eventjes gewoon een minuutje geven dat je even een beetje weg kan en dan kunnen ze ook gewoon weer zoeken. Maar dan mogen jullie ook niet verder lopen, hè? Nee, wij staan stil. Ja. Ah, ja. Jammer. Waarom zouden ze niet verder mogen lopen? Jullie mogen ons ook gewoon zoeken, alleen brandweer niet. Schiet ze brandweer weer dood. Oh, ik dacht dat ze kracht. Ik zie ineens iemand midden over de weg rennen, ja? Brandweer, dat is niet zo handig, hè, midden over de weg rennen. Eerst stopt hij. Hey. Rent hij, stopt hij midden op de weg, rent hij weer verder, ja. Hoezo, ik rende nog gewoon, hoor. Maar jij moet stoppen voor een zebrapad, ja? Gemiddelde leeftijd van de kijkers, dan weet ik niet wat dat is. Ik denk 3 jaar. Ik heb hele jonge kijkers, dat is goed. Nou, ik pak wel een auto en ik rij wel naar het vliegveld. Hoezo? We hebben toch nog één leven? Want dan gaat de laatste leven. Maar telt deze al dan? Nou, ik ben al 2 keer plat.
Ja, maar ik heb de eerste keer jou niet gezien en mijn die andere twee bij mij ook niet. Wat dan? Oh, daar. Ja, wat? Nee, dus in principe zijn jij en ik aan het overgaan, Gerald. Hè? Ja, Brandweer zegt dat hij er al helemaal uit ligt. Ja, Brandweer is eruit, die is twee keer dood gegaan. Die gaat met zijn panty recht over straat rennen als die net dood is geknald. Dus wij hebben ook geen levens meer nou. Nee, we hebben geen levens meer. Oh jee. Dus we moeten echt ons best doen nu. Daarbij. Maar ik ben al een aardig eindje hoor, dus... Ja, ik ben al heel ver, dus ik maak me niet zo druk meer. Dus ook even goed die steegjes, jongens. Hun zijn lekker bezig daar zo, maar ik loop gewoon rustig door hoor, jongens. Maar juist omdat ik brandweerrijder heb, heb ik nou wel politie. Ik zit nog steeds heen te rennen en hoop dat die winkel nou eens een keer terugkomt, dat ik een keer andere kleren aan kan trekken. Ja, dat is wel zo, ja. Bon, ik heb trouwens een andere auto. Deze ik heb niemand weg. Die voor je auto. Oh, dat vind ik een beetje jammer. Wie heeft er nu politie achter zich aan? Ja, ik heb brandweer toch neergereden. Dat is nou kwijt. Hmm. Hoeveel kun je er hebben met je leven, joh? Goedemorgen. Verschrikkelijk dit. Ik zit te switchen, jongens, maar het is lastig. Ik ben dood. Dat moet je niet doen, jongens. Dat vind ik niet leuk als je dood bent. Oké, dit is verstandiger, denk ik. Wat? Nee, au. Je doet toch niet met mij? Ja, dat weet ik toch niet dat jij er bent? Hoe moet ik weten dat jij op een motor zit? Brandweer wordt gewoon nog een keer aangereden. Het is ook weer niet te geloven, brandweer. Hoe krijg je het weer voor elkaar? Ja, als je het ontkomen, nou is je drie keer dood. Had je het net zo mooi gehaald. Lekker bezig, brandweer. Ik ben trots op je, brandweer. Ja, jij met je rode karuma. Met paarse Nederland. Het is niet dezelfde rode auto, het is een andere. Ja, wel een andere rode kleur. Ja, ook. Maar sowieso helemaal een andere auto. Ja, dat is lastig, hè, andere auto's. Born, lukt het een beetje bij jou of gaat het niet goed? Nee, ik ben nog steeds niet echt heel veel verder gekomen. Kom maar, waar woon jij? Ik woon gewoon thuis. Dat vind ik fijn. Ergens tussen Groningen en Maastricht. Ja. Waarom? Te zoeken. Ik hou hier niet van. Dat vind ik inderdaad wel een goed idee. Die ik daar zag. Let's try that one out. Real quick. Ja, kijk, de chat die helpt mij toch weer, weet je wel. We maken weer keuzes. Zo. Very nice. Ja, dat is super slim. Super slim. Ja, dat is leuk. Dan gaan we gewoon via hier. Dit is wel goed. Ik zie brandweer zijn auto staan. Hey brandweer, ben je weer gevonden? Wat? Nee, het is een nieuwe auto. Oké, dan gaan we hier. Even kijken hoor. Als het goed is kan ik hier... Ja, ik heb mijn oordopjes dus andersom in. Zit niemand in de kledingshop. Andersom in doen. Zit er iemand in de kledingshop? Nee. Oh, niet. We proberen wel in te komen, maar er staat een hakbal voor de deur. Exit, yo. Oh, er zit er eentje bij een kledingshop, jongens. Nee, we zitten niet in de kledingshop, Born en ik. Nee, Born zit er niet. Nee, Born en ik die doen dat echt niet, hoor. Hè, Born? Nee. Wat moeten wij nou in de kledingshop? Ja, misschien eventjes iets aantrekken wat dit zo opvalt. Brandweer! Hoi! Nou, brandweer is ook weer gevonden voor de 33.000ste keer. Ik rij gewoon over de straat. Hij komt daaruit volle vaart. Oké, Born, ik ga even een klein beetje met je communiceren nu, ja? Ik zal voor jou op WhatsApp een fotootje sturen. Ja. Hoe krijg je dat? Jij mag me vertellen waar we heen gaan. Ja, ik zal jou eens eventjes... Ga jij maar vertellen waar we heen gaan, jongens. Even in Astegi hier staan. Ja, ga jij maar zeggen waar je heen wil. Links, rechts. Kijk, ja, je ziet dat vierkante gebouw daar. Daar kunnen we heen. Links, in de Vierkante gebouw. Wat? Ja, wat zit jij nou met Jan na te lachen hier? Nee, we gaan niet door het water. Nee. Oh. Ja, je moet een beetje slim zijn. Ja, ik zou gewoon zeggen rechts was dat die gaat. Ja, rechts was die gaat. Dus als ik nu rechtdoor ga, dan kleur ik naar beneden. Ja. Kijk, hier is open ik.
Jij bent, ik zal even kijken waar jij bent. Zal ik ook even de kijkers laten zien waar, waar Born is, jongens? Oh, jij bent daar. Dat is een eindje hier vandaan. Ik denk dat ik alleen een kleine chopbal toch. Nou, als jullie niet weten waar dat is, ik zal er even op aimen met mijn sniper. Zo, Born is, even kijken, daar. Oh, dan ben je al echt een eind. Ja, ik ben best. Jongens, ik ga hier naar het vliegveld. Ik verwacht dat Born er ieder moment Born aankomt. Born is daar. Oh, ik ben niet op het eind, man. Als jij dan een beetje naar rechts gaat, als jij zeg maar waar je in loopt... Nou, wil je dat ik jou ook nog ga meten dan? Ja, tuurlijk. We gaan met z'n tweeën doen, man. Ja, hallo. Als ik ergens half uur blijf staan, dan denken ze dat er spontaan een nieuwe vlaggenstok is geplaatst. Wat dan? Ja, wat dan? Oh, omdat je... Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, je bent wel een gehaktbal die opvalt. Ik ga maar nou niet echt zomaar de stad, zeg maar, in. Oké, nee, is goed. Ivar, komt de steegjes niet meer uit. Nee, is goed. Oh, godvloeiend. Want uiteindelijk is het ook als brandweer. Ja, ik weet het niet. Nee, ik spring ergens vanaf en kletter tegen een auto. Nou, ik kom een beetje in ieder geval richting jou, Born. Ja, nee, dat is goed. Als jij gewoon een beetje rechts aanhoudt, dan gaan we ja, het wel ja, redden. Ja, dat doe ik mijn best voor. Even kijken dat de steegjes een beetje lopen, zeg maar. Ja, klopt. Ja, dat zul je net zien, hè. Het is ons te hoog in de hoofd gestegen. Welke telefoon gebruik jij? Ja, ik heb een S8 gewoon. Wetenschap zoomen? Ja, zoom je ziek. Helaas, pindakaas. Nou, ik zou nog een foto sturen. Ik ben in ieder geval weer terug op het droge. Ja, nee, ik geloof je. Maar ik zal even vertellen waar wij gaan afspreken. Wacht ik een klein beetje daarop je. Ja, denk je nou echt dat ik naar jou toe nog toe ga komen? Ja, dan ga jij. Eerst ga ik andere kleren aantrekken en daarna sluit je gauw die winkel. En ja. Dan denk jij dat ik nou nog met jou... Nou nee, brandweer had een bom op zijn rug en toen ging de winkel dicht. Dat hadden wij ook niet door natuurlijk. Ja, wij kunnen ook niet alles weten, hè. Nee, dat is waar. Ik denk dat ik tot nu toe bij de arena niemand zie, dus hier kun je best wel naartoe komen. Ja, ben je daar dan? Hmm. Ja, je weet wel, op die plek waar we toen met Zoomy een klein beetje stonden. Ah ja. Dat weten hun ook, hè? Ja, daarna heb ik je gehoord. Ik heb al hunting... ik zie Mark wegrijden. Kak. Ja, oké. Okay. Heeft er weer iemand politie achter zich? Ja! Zo, maar joh, wat doe jij? Iemand heeft politie achter zich aan, jongens. Dit gaat goed, dit gaat lekker. Mag je me vliegen? Ik zag iemand. Ja. Ja, zag je jullie iemand? Oh, dat ben jij! Oh, oh. Ja, dit is tuurlijk. Niet slim. Wacht even. Oké. Okay. Maakt niet uit, gaat goed. Nee, heb ik niet meer, Daniek. Wacht, heeft er nou nu iemand van ons politie achter zich aan? Ja, dat is Sander weer. Ja. Ja, boer. Dat is handig, dan horen we jullie aankomen, weet je wel. Ja, daarom. En dan kunnen ze zeggen van, ik hoor de politie en dan weet ik dat ze in de buurt zitten. Slim, super slim. Ja, dat is iets van te zeggen natuurlijk. Nee, dat is wel heel slim van jou. Hoe kom je er weer op? Waarom dan die strategie? Genoeg hunting games kijken. Ja, dat is waar, ja. Dat is wel, het is verstandiger, ja. Het is slimmer dan je denkt. Hehe, nee Mark, dat heb ik niet. Even kijken hoor. Kom hier met baas, ik zal even wat reacties lezen. Ik sta een beetje veilig nu een keer, dus dat is goed. Born? Ja? Waar gaan wij afspreken? Nou, dat weet ik niet, maar het punt waar dat jou was, dat heb ik nou vol in mijn vizier. Ja, dat heb je in je vizier, maar daar ben ik al lang weg. Ik ben serieus 2 kilometer verder. Dat is maar ook al eind, zeg maar, als ik daar naartoe moet. Oké. Ik word helemaal flauw van al die steekjes, zeg. Iedere keer denk je dat je misschien moet je over een hek springen. Ja, het is geen pretje hier. Het is ook lekker dat mijn geluid andersom zit. Dat is echt verschrikkelijk. Nou, dat doe je hem toch weer andersom. Ja, maar dat zijn oordopjes. Dat is ook gewoon verschrikkelijk. Dus eigenlijk alles is verschrikkelijk. Oh. What the fuck zitten ze? Waarom vind je het? Zet dan niet gewoon op. Ja, nee, dat vind ik niet leuk. Dat vind ik te warm. Oh. Maar ik heb er nu andersom oordopjes in. Ik denk dat hun bij die brug in de buurt rijden, volgens mij. Oké. Ja. Ja, ik ga ze wel even scannen in de lucht. Ja, jij kan niet scannen, Brandweer. Jij mag hun helpen, hè? Als je dood bent, moet je hun helpen. Ja, dat is waar.
Hoeft niet. Nee, ik laat het gewoon crew tegen crew. Oké, oké, oké. Oké, dan moeten we jou dus nog een keer vermoorden. Ja, vermoord brandweer maar weer als je hem tegenkomt. Waar is de 60 FPS? Dat heb ik niet met stream, jongens. Op een of andere manier loopt het dan niet lekker. Dus, hoe dat zal hier ergens zitten. Ik ga de Benaslesbrug een beetje te zoeken. Ik moet nog een keer vliegen. Born, kun jij foto's sturen van waar je zit toevallig? Ja. Dan weten we een klein beetje waar je zit. Weet je. Ja, dat is altijd makkelijk om te weten. Das Beveren, das Lolo. Heb je een foto? Ja, je hebt een foto gestuurd. Ik ga eens even kijken waar Born uithangt, jongens. Dat is belangrijk. Ik kan nog een iets grotere, betere foto sturen. Misschien. Zit je nou weer daar? Oké. Kijk. Hij is, ja, maar ik zie het. Ik kan de kijkers uitleggen. Hij zit hier, zeg maar, daar waar dat ding wat je ziet. Waar je dan daar loopt. Daaronder zit hij daar dan bij. Ik kan naar je toe komen. Ja? Maar ik vind het wel eng. Kan ik al een klein beetje omhoog komen? Nee, dat lukt jou nooit om omhoog te krijgen, dus doe maar gewoon... Nee, niet water, nee! zo, daar gaat water in. Ja, dat is een plons. Ik ben ook zo'n bamiebal, hè? Soms. Brandweer, steeg jij net op? Nee, dat was Sander. Moet ik hier even een tijdje een beetje blijven? Je mag niet vliegen, hè? Nee, hij vloog over schans met de auto. Oh! Ja, nee, zo, het water in! Opstijgen. Ja, dat zou ik kunnen zijn. Maar ik zal je eruit helpen. Dat was ik niet. Ja, want ik zal uitkijken waar de arena, daar hoor ik sirenes. Oh, maar ik ben daar niet bij in de buurt, dus dat is no worries. Born is ergens bij de arena, ik blijf hier. Zal ik hier blijven wachten op jou? Of? Ja. Sander, zit jij weer in je rode auto? Nee, want die is net destroyed, want ik lag in het water met die auto. Zoals ik net ook al zei. Is iedereen in een vliegtuig? Oh, degene die al dood is. Oh. Die vliegt nou naar de zevende hemel. Oh ja, succes, veel plezier. Ga daar maar lekker heen. Prachtig, Lolo. Heb ik iets gemist? Nee, we moeten naar het vliegtuig lopen, jongens. Dus het is, jullie hebben nog niks gemist. We zijn nog in volle afspanning hier zo aan het poepen. Ik wil ook wel een raket schieten voor je, hoor. Naar je toe. Doe maar niet. Het is altijd zo kak dit allemaal, want je weet dus niet wie is. Ik stuur jou even een appje. Ja, nee, dat hoeft niet hoor. Ja, jawel. De link. Stuur maar een appje, oké. Oh. Ik heb er zo geen plezier in. Oké, dus waar jij bent, daar zit iemand. Ja. Dus aan waar jij zit, zeg maar, precies. Ja, precies. Oké. Precies. Dus ik zou hier gewoon echt niet naartoe komen. Nee, oké. Dus er zit iemand precies naast jou. Ja, echt gewoon. Ja, echt ernaast. Als je nou gewoon dat struikje, zeg maar, in de rij. Ja, dan ben je dood. Maar goed, zolang dat ze dat niet doen. Nee, dan zijn het gewoon keiharde hakballen. Kom maar, ik dacht dat Jan niet meer wilde opnemen. Nee, maar ik denk niet dat ze bij een struik zitten. Nee hoor, Jan en ik hebben nooit wat gehad. Gewoon druk en daardoor namen niks op. Dat is het gewoon meer. Maar nu heeft Jan weer wat meer tijd. Dus hebben we gewoon weer een serietje, gewoon leuk. We hebben ook nooit ruzie of iets gehad. Dat dachten mensen ook altijd. Maar nothing on the hand. Zwijgen over de stomme school. Ja, laten we het niet over school hebben natuurlijk. Dat is ook weer verschrikkelijk. Rocket League? Nee, we gaan nu geen Rocket League doen. We zijn natuurlijk hiermee bezig. Dus ja, we zijn hier nog niet weg voorlopig. Ik moet zo meteen de risico gaan nemen, jongens. Ik moet zo meteen hier gewoon heen gaan. And that's crappy shit. Because if you do it, you can get cut. And I don't want to get cut. Wie reed daar op dat strandje? Bij onder de brug? Ik. Oh, Walroyd! Nee. Ik zie jou ook rijden. Nee. Brandweer is met zichzelf aan het piemelen, jongens. Dat horen jullie op de achtergrond. Ja. Oh. Niet dat jullie denken, daar ging hij in. Oh, gaat goed, Brandweer? He, heb je het overleefd? Nee, hoor. Ja, het gaat niet helemaal lekker, of wel? Nee, schietstoel op zijn kop eruit doen is ook niet fijn. Ja, dikke kokosnoten, ik hoor het al wel. Oké, daar gaan we. Loop jij bij die tank?
Dat was een gewone werker. Zou ik eens verder rijden? Ik heb het gevoel dat ze ergens in de haven zitten. Nee, ja, ik dacht dat ik voor had, maar ja, was in de haven. Wat zei je? Orny zit daar ergens. Zou ze ook in de haven zitten? Voor zijn nieuwe kanaal is hij daar bezig. Ja, is hij havenmeester geworden? Filmpje voor Borntube. Borntube. Waar echte actie tot leven komt. Oké, jongens. Het is dikke, dikke kak. Maar, wat er ook gebeurt, zeggen ze altijd, altijd doorgaan. Blijven lachen. Spanning kan erin zitten, maar de spanning kun je er ook uitketsen. It's a long search. But we will find them. Eerder weg. Maar hebben jullie even het havengebied in de gaten houdt? Nou, je kunt beter al het vliegveld in de gaten houden, jongens. Oké, okay, jongens. Dat denk ik wel, ja. Dat is hier weer eentje aan het zwemmen. Ja, dat was ik. Nee, die is nog steeds aan het zwemmen. Nee, dat ben ik niet. Ik ben net waar het water. Wie zit er in dit vliegtuig? Dat moet brandweer zijn. Brandweer. Wie rijdt daar op de kant? Born, ik heb je gespot. Born. Ja. Niet spotten, er valt niet met Born spotten. Wie stijgt er nou blijkbaar op? Wel. Ja goed, nou moeten ze maar nog dood zien te schieten, want al mijn handpistolen. Ja, daarom. Ja, dat wordt iets lastiger, maar we hadden je net ook heel lang in het water gehouden. Ja, je hebt weer pech, Born. Hou vol, hè. Je kunt maar. Ik heb hier wel meer escape mogelijkheden. Maar moet je niet schieten, okay, hè? Oké, nice. Ik ben trots op je, Born. Nee. Oké, dit gaat goed. Als ik een jetski kan vinden, dan kan ik Born even zoeken. Ja, maar... Born, heb je al een beetje zweet op je ballen, of valt mee? Nou, het is als een schoonmoeder gespoeld door het water, maar... Wat? Het is als een schoonmoeder gespoeld door het water, maar... Ik versta er echt geen ene dikke kloot van wat je nu zegt. Als een schoonmoeder die gesmolten is in het water? Ik zeg het, hè. Het is dat ze worden schoongespoeld door het water. Oh, dat scheelt. Dat is nice. Ja, ik lees het, jongens. Ik probeer de dingen te doen die jullie zeggen. I do my best. Maar ik moet natuurlijk gewoon een klein beetje ook doen wat logisch is en wat ik kan nemen. Het pad wordt voor mij gemaakt, weet je. Want dan zie je daar weer iemand lopen en dan oeh, dan zie je daar weer iemand lopen en oeh. En dan zie je daar weer iemand lopen en oeh. En dan moet je een beetje oppassen. Links, rechts, naar voren, naar achteren, links, naar rechts. Totdat je met je dikke dwarsfluit op de goede plek staat. Weet je? Komt, jij staat daar bij de jij mag niks zeggen. Nee, ik zeg ook niks. Nee, jij zegt het wie zit. Ik wou zeggen, wie zit er op mij te schieten? Ja, James Bond. Denk de politie, want wie is dat? Want ik schiet niet. Hier, wat? Ik schiet nu, er rijdt iemand op in de haven. Ja, dat ben ik, met een witte auto. Maar we mogen sowieso al niet rijden, hè? Zwarte auto? Ja, we mogen niet rijden. Ik wel. Jij wel. Gelukkig zit ik op een paard. Ja, ik heb nu ook een paard. Dat is wel lekker dat je gewoon een paard mee hebt, hè? Ja, zeker een hobbelpaard. Ja, paard nemen. Paard nemen. Oh nee. Oh nee? Wat dacht je van, oh ja? Ben je weg? Nee, ik ben nog niet weg. Dat zou wel mooi zijn geweest. Ja, Weet je wat het is? Het is ook een beetje gokken dit spel, weet je wel. Je moet maar gewoon rennen en denken van, nou ja, als ze me zien ben ik het kaassoufflé. Nou, wel leuk dat Brand gewoon zo'n mooi leven heeft verprutst. Ja, ik ben wel blij dat we geen levens meer hebben, Brandweer. Dat maakt het wel extra spannend eigenlijk. Kak. Kak? Ja. Kak, het meest verzijdigste, stukje stront. Poep. Dat Born dichter bij het vliegtuig is als Chromo. Hoe kun je daar nou het gevoel van hebben? Ja, weet ik niet. Hoezo heb je een bepaald gevoel? Ja, weet ik niet. Oké, okay, nothing on the hand, jongens.
Gadverdari, kom op. Ja. Hallo. Moet eens even kijken. Born. Ja? Ik weet niet waar jij zit, maar het is misschien wel leuk om even te meeten binnenkort. Ja. Gewoon even gezellig. Even chillen. Ik had trouwens ook een vraagje. Mochten wij nog sticky bombs gebruiken om die hekjes op te blazen? Ja, ja. Als jij die poort nu opblaast, dan mag jij dat gewoon doen hoor. Neem me in houden. Doe je ding. Doe wat je niet laten kan. Ik ga alleen niet meer naar binnen te gaan. Jongens, hou die poortje even in de gaten. Brandweer, wat zou jij daar te doen? Ik mag hier niet staan. Ik hoorde een ontploffing. Ja, dat was ik. Waar ongeveer? Nee, dat was. Hammer. En nu schiet er iemand. Ja, dat ben ik. Jongens, kennen jullie het verhaal van de drie olifanten? Nee, Sander. Ik moet hem lekker verschieten. Hier. Nee, Mark. Wat ben jij? Zeg nooit meer wie, want dan word ik bang, hè? Dan denk ik weer van nou. Wie van de twee berggeiten zit in het water? Mark! Wie zit er in het water, jongens? Het brandweer zit in een vliegtuig hier. Wie? Ja, brandweer, zit jij in een vliegtuig? Brandweer staat op de andere twee bavianen te wachten, maar. Waar in het water zit hij? Hier ergens zag ik erin. Ja, ga maar kijken. Adel is, ik zit aan de binnenkant. Ik zie hem hier niet meer. Ja, wacht even. Ja, breek vooral het hek open, dan kunnen ze toch meteen makkelijk door. Waar zat hij ongeveer? Ja. Denk je van in het water? In het water. Bij die paaltjes. Oké, jongens, nou gaat lekker. Zou ik vanaf de jezelf. Nee, we kunnen niet onszelf killen. Dat is niet slim natuurlijk, hè. Dat moet je nooit doen. Dat is nooit verstandig. Hey, Born? Born, volgens mij ben jij gezien of niet? Weet het niet. Ja, hey, Born zei je iets. Oh ja, nee, dan weet ik het. Ja, weet je wat ik zei, Gerald? Ik weet niet wat je zei. Ik zei gisteren verstandig om vanaf de parkeergarage in één keer door te rennen. Zou je dat halen? Met mijn opvallend pakje. Als jij daarheen kan rennen, dan moet je het doen. Nou ja, ik zit daar in de buurt. Ik kan in principe wel in die garage komen, maar. Nou, je kunt het proberen natuurlijk, hè. Ik weet niet of ik daar verstandig aan doe. Niemand hier in het water. Ja, la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 . Ik ben er doorheen. Met de auto en wel. Wie is het waar doorheen? Als ik vragen mag. Door het poortje. Oh, je bent door een poortje heen gegaan. Met de auto? Ja, met de auto. Dat is knap. Ja. Daar ben jij, hè? Hunter? Ja. Ook even die parkeergarage in de gaten, jongens. Ja, doe je best. Ja, doe je best. Je moet het alleen doen. Dat ben ik, Pipo. Ja, zeg het dan. Ik heb een druk vliegveld op. Deze? Ja, dat was deze. Oké, okay. Gaat goed zo. Oh, wordt dit geüpload? Ja, dit wordt gewoon geüpload. Hij blijft gewoon staan op YouTube, dus het is super makkelijk voor jullie. Hey Mark. Wat? Brandweer, wat ben jij aan het doen?
Ik aan het hangen. Jij moet even op de macebank of zo gaan staan, want anders pak jij voor ons een vliegtuig. Nou, weet je, dat is genoeg. Ja, het staat. Maar maak bij dat busje daar. Pak dat busje. Oké, waarom ga je niet meer met je raskje opnemen, hebben jullie ruzie? Maar ik heb een video laatst nog 2 keer geüpload met Jan. En morgen komt er weer een. I don't understand, man. Kipse 2, hey. Best hunting game, yeah! Nee, ik ben aan het rennen, niet schieten. Er staat FU, ja klopt, er staat op dat ding hier al, ja. Nice. BMD, boerenmeiden, drol, 18 en 10, oké. wat ga ik doen, jongens? Wat ga ik doen? Ik krijg spanning in mijn broek hier. Spanning in mijn broek. Brand, Born. Ja. Fotomomentje, dat we even laten zien waar we zijn, allebei. Ja, is goed. Dat is zo. Oké, ik zal even een foto voor jou sturen. Hier, daar komt-ie. Even lachen, allemaal. Cheesecake. Zo. Oké, mooi fotootje gemaakt. Nou, is altijd leuk als ze op de foto staan, hè, jongens. Dat is, hebben jullie ook even allemaal lachen, hè, kijkers? Even allemaal cheese zeggen nu thuis. Ja, ik weet nooit hoe ik in het vliegveld kom. Nee. Nee. Goed, ja, ik zit daar nog steeds in die Rotterdam. Wacht even. Wat? Oh. Ik heb Born, hij zit op het dak. Waar? Bij mij achteraan, bij de hangar. Oh, daar ben ik, vlakbij. Born, zit jij op de hangar? Ja. Oh. Welk dak? Welk hangar? Stay alive, Born, you can do it! Oké, okay, my friend. Hij loopt beneden, mijn vliegtuig. Welk vliegtuig? Oh, ik zie hem. Een Titan. Titan? Nee, dat is Jij, dat mag niet! Je rijdt mij aan! Ja, dat mag. Schieten? Ja, aanrijdt er ook. Ja. Oh, ja, ik dacht hem schieten. Ik ga schus even de dak controleren. Ik zat hier, maar ik werd aangereden. Maar ik dacht dat je moest doodschieten. Dus ja. Geen idee. Brandweer, hoe ga je nou weer zelf dood? Brandweer, je bent wel lekker bezig, of niet? Ja. Ik ben af dan. Blijkbaar. Ja, jij bent af. Dan moet ik het in mijn eentje nu even gaan doen. Nou, ik heb er zin in. Het gaat vast goed komen. Maar ik zie helemaal niemand van jullie bij de hekken staan. Staan jullie op een vliegtuig? Want je mag niet bij een vliegtuig staan wachten, hè? Nee, daar sta ik niet te wachten. Oké. Okay. Ik reed over het vliegveld en ik zag Born ineens op een dak staan. Ah, kijk. Ja, jij stond ook op ineens op dat dak. Ja, omdat ik reed naast het water. Water, was je ook op ineens bij het water. Oké. Okay. Man, hoe kom ik hier ooit binnen, jongens? Dit is echt verschrikkelijk hier, oh. Ai, oi, oi. Ik krijg gewoon kramp in mijn linkerteen. Ai, oi, oi. I get cramp in my left toe. Dat ben ik. I get cramp in my left toe. Wat? Dat ben ik. Stop maar. Ja, dat weet ik toch niet? Ja, dat zeg ik. Jongen. Rustig aan, hè, jongens. Geen ruzie maken. Nee, tuurlijk niet. Het leven is zwaar genoeg. Ik baas het niet op. Oh, nee. Oh ja. Oh, wacht, je hebt ze. Wat? Maar mag ik dat bommetje aantikken? Wie best, die van Bon. Oh. Ik hoor allemaal vliegtuigen opstijgen. Kijk nou opeens een helikopter op. Ja, hoe kan ik jou hebben gekild? Wie is er nou net opgestegen? Born. Born. Een auto destroyed. Thomas is heel stil, dus hij moet wel even in de buurt zijn. Maar ja, waar zit hij dan? Zit jij die hele brandweer? Ja. Jeroen! Jeroen, pas op met dat vuur, ja, als ik jou was. Jeroen! Ik heb even, zal ik wel naar de andere kant van het vliegveld gaan, niet waar dat ik was. Wat dan? Waarom dat ze daar volgens mij allemaal zitten.
Ah, nee. Oké. Nee, dat zou het zijn. Justin, dankjewel voor je 2,50 donatie, bro. En ja, weet je, Justin, voor jou speciaal zal ik nu wel gaan opstijgen. Luther! Nee. Life is so easy. It's so easy. When you do it great, you do it great. Nice. It's easy, ja. Easy, lemon squeezy. Nice dan gewoon. Ja, het was goed te doen. Jullie hebben me gewoon 0 keer gezien. Ik heb jullie de hele tijd gezien. Maar net hè, toen zeiden jullie ik zie Born. Toen zag één gast mij toch lopen, of niet dan? Nee, ja, maar ik vond Born dat heel graag gezien. Je kunt toch niet onder water kijken, of wel? Nee. Iemand, toen zei hij, toen we jou zagen, reed iemand naast mij en ik liep daar. En toen reed je op mij af en toen ging je weer terug. Huh? Nee, maar toen daar hetgene zei, ik zie Born, toen zat ik echt gewoon met mijn bakjes op de oceaan oosten. Ja, maar dat ligt er net aan hoe het gerenderd is. Ja. Ik wou net zeggen, ik kan echt gewoon niet onder water doorkijken. Oh. Ja. Chromo, maar wat voor auto zag je dan rijden? Ja, een sportauto. Een Osiris of zo. Dat was ik het zeker niet. Nee, ik ook niet. Het was één van jullie. Donker met wit? Ja, denk het wel. Oké, wij gaan even bij de ingang staan, jongens. Oké, ik ga vliegen naar de Maze Bank. Oké, moeten wij niet? Oh. Wow, yo! Holy, dikke crap en moly. Ja, nu gaan we het andersom doen. Op het vliegveld. Nu gaan we het andersom doen, jongens. Op de landingsbaan nu. Nou, nog een potje. Nu gaan wij hun spotten. Ik kom die kant op. Wij gaan nu beschermen. Het is ook moeilijk om je kamp te beschermen, hoor. Dat geef ik wel eerlijk toe. Stijgt er nu weer op met die Titan, man. Ja, dat ben ik. Ja, jullie moeten even vliegen naar achter, zeg maar. Nee, verder dan de Maze Bank. Oh ja, ik ben al opgestegen. Wacht maar. Ik kom al hier. Kom dan mee. Je moet wel verder dan de Maze Bank, hè, jongens. Hoe dan? Geen idee. Ja, dit komt op YouTube, jongens. Ja. Dit komt op YouTube. Oké, ik moet gaan doen. Good night, bro. Thank you very much for watching, sowieso. Hey, als jullie even wat verder naar achter gaan. Hey! Hallo! Yo! Verder dan de Maze Bank moet je staan. Oké, ja, ik ben in de lucht. Brandweer, kom jij hier hangen? Ja, ik moet helemaal vanaf een andere kant baan lopen. Nou, rennen dan, met je kist aan je hoofd. En ik heb echt zoveel vermoedens dadelijk. Dat ik zo'n Cessna vliegtuigje in mijn rug krijg. Voice crack? Ja, voice crack. Ik denk, doe even een keer voice crackje, weet je wel. Nee, Born. Maar ik kwam er niet bovenuit, dat is altijd lastig dan. Nee, ik zie dit. Rip headstone users. Oh, I'm sorry, my friends. Ted, I'm sorry, my friends. Ik denk, doe gewoon even één keer een krijsie. Oké, nou moeten wij jullie hier tegenhouden. Hoi, Chromo. Heb ik veel gemist? Waar moet ik ongeveer staan vanaf de Maze Bank? Verder weg. Ga maar lopen, ik zeg wel tot je goed staat. Wel een lekker geluidje hoor. Nog helemaal die snelweg over nog. En daar is een kledingwinkel. Klopt, maar ik moet me even omkleden. Bij die kledingwinkel? Ja, verder nog. Je moet de snelweg helemaal over. Je moet echt achter in de stad beginnen, bij de DJ-tent bijna. Oké. Moet wel even onze kleren... Achter in de stad, bij de DJ-tent. Nee, Born. Nee, dat is waar. Mag ik... Waar ben je, mods? Mods hoeft niet, joh. Het is goed zo. Mensen die schelden, joh, daar zijn wij heel niet. Ja, mag ik nog een heel stukje verder? Ja, ik ben... Daar liggen wij helemaal niet van. Dat komt helemaal goed. Kom, wat doen jullie? We doen hunting game. En ja, ik zit klaar. Ik zit te wachten tot die tilbal een keer hier landen bij de ingang van het ding. Drie mensen. Maar wij moeten ook nog naar de andere kant, toch? Drie mensen die moeten zeg maar hierheen komen. En dan moeten wij tegenhouden. Ja, ik ga even naar een kledingwinkel, zeg maar. Dacht even dat je Femke Louise was met een geschreeuw. Sorry! Nee, heb ik niet, Willem. Telefoon bijna leeg, mijn moeder ligt op de oplader te slapen. Wat? Je moeder ligt op de oplader te slapen? Kun je dan gewoon alsnog het stekketje erin doen, kijken of die dat nog oplaadt? You never know! You never know! Oké, ik ga nu richting dat snelstukje nog. Ja, inderdaad, Pussykiller, dat zal wel dan. Ja, 20 jaar later, ja nee, we hebben de tijd, maar dat komt goed. It's my birthday, ik heb taart gemaakt voor mijn familie. Gezellig, gefeliciteerd! Iedereen die jarig is, gefeliciteerd, leuk. Kom op, gebruik geen autotune. Ja, we gaan autotune gebruiken, jongens, dat is leuk. Hier staan hun auto's nog. Als je op escape drukt, dan zie je wel... Hier staat Born zijn gele... Oh, ja, daar moet je beginnen, inderdaad. Wacht, hier kan ik niet tussendoor. Even kijken hoor, we gaan even een liedje zingen. Daar komt hij. Wat zal ik gaan zingen, Born? Hello Kitty. Of I like a pineapple, ja? I like a pineapple. Nou, komt ie. I like a pineapple.
like a pineapple, pineapple, pineapple. I like a pineapple, pineapple, pineapple. Brandweer, als jij schiet, dan pak ik een kroket en een stuk bloemkool en die stouw ik zo via je neusharen naar binnen, zodat hij je reet weer uitklapt met je endeldarm, ja? Heb je het begrepen? Jij vuile, vuile, vieze Rick. En niet die handgranaat gooien, want daar word ik helemaal gek van. Brandweer, als jij schiet, dan pak ik een kroket en een stuk bloemkool en die stouw ik zo via je neusharen naar binnen, zodat hij je reet weer uitklapt met je endeldarm, ja? Heb je het begrepen? Jij vuile, vuile, vieze Rick. En niet die handgranaat gooien, want daar word ik helemaal gek van. Dat is een hard nummer. Ja. Je moet dat gewoon zingen. Nou, ja, niet die handgranaat gooien, maar daar word ik helemaal gek van. Ja, niet die handgranaat gooien, maar daar word ik helemaal gek van. Niet die handgranaat gooien, maar daar word ik helemaal gek van. Nee. Bananenbrood! Put your hands up in the air! Put your hands up, Born. Wat hoor ik nou weer? Niet die handgranaat gooien, maar daar word ik helemaal gek van. Ja, niet die handgranaat gooien, maar daar word ik helemaal gek van. Niet die handgranaat gooien, maar daar word ik helemaal gek van. Bananenbrood! Put your hands up in the air! Put your hands up, Born. Serieus. Oké. Okay, dan was ik ben klaar. Ja, hè, ze zijn klaar hoor. Hè. Wij hebben dezelfde outfit. Ja, ga jij maar wisselen dan. Nou ja, je kunt dezelfde outfit aandoen en dan kun je ons in de war brengen. Dat is eigenlijk een goede tactiek. Auto's, jongens, hè. Born, wat doe jij daar helemaal je eentje? Nou, ik vloog in een helikopter en die helikopter zou toen opeens boom. Oh ja, dat gebeurt vaker natuurlijk. Hè, gewoon, was het, helemaal aan mijn kak. Nee, Wilmer heb ik niet. Hoe heet die app? Voloco. Zo heet die. Morgen komt een video met Jan. Weten jullie dat ook weer natuurlijk. Chromo, heb jij baardhaar? Nee, ik heb geen baard. Ik zou heel graag een baard willen, maar dat heb ik gewoon niet. Kijk, en ja, soms zit het leven niet mee. Dan heb je geen baard. En heb je liever wel een baard, maar dan heb je niet. En dan denk je weer van, ja, nou ja, jammer, dat heb ik dan niet. En dan moet je er maar gewoon mee leeg leven dat je geen baard hebt. Brandweer, jij hebt toch gigantisch verkond haar? Ja, ik heb hem weggebeld. Ik heb hem al weggebeld. Jij hebt gewoon zo'n reggae, zo'n dreadlocks heeft Brandweer. Gewoon uit zijn reet hangen zo. Ja. Complete dreadlocks. Huh? Staan jullie nou op je plek, jongens, of niet? Ja, ja, want ik krijg mijn partij dikke dreadlocks en mijn reet klappen hier over jullie om van het wachten, joh. Waar zijn jullie nou dan? Oh, ja, jullie staan hier, sta hier in een auto. Oh, reed je net niet gewoon vol gas voorbij? In één auto. Nee, dat gaan we niet doen, maar Brandweer die komt naast mij zitten met zijn dikke banaan. We zijn al begonnen, hè? Geen crash maken, nee, nog niet. Nee, Brandweer nu. Brandweer... Ik heb een niet zo opvallend pakje aan. Je hebt mijn autoraam eruit geslagen, lul. Je bent ook eerst dik glasbehanger. Nou, uitstappen met die dikke kut. Ja hoor, dankjewel. En ik zag dat wapen weg doen, dat valt er klaar een beetje op. Ja, dat valt ook niet op trouwens, de gele pakkie. Nee, staan jullie klaar, jongens? Ja, ja hoor. Oké, wij staan niet klaar nog namelijk. Born, wat ben jij voor chemicaliënboer? Verbouw jij ecstasy of zo? Ja. Ja, dat dacht ik al. Nou, dat komt helemaal goed. Chromo, jou zou dreadlocks echt goed staan. Ja, maar niet uit je kont haar, dat is niks hoor. Ben je 6 tot 10 stemmen online geweest, dan krijg ik morgen 1,8 miljoen. Nee, ben ik niet online geweest. Beter toch? Komt ik heb er wat leven. Zeker. Hebben jullie al een auto kunnen vinden, jongens? Hè? Nee. Ja, zo moeten zijn. Laten we beginnen! Weg. Let's go! Yay! Ik heb een soort van auto. Gadverdamme, wie heeft mijn band nou lek geschoten? Brandweer denk ik, of Born. Brandweer, zaadslikkende kokosnotenbeffer dat je bent! Kostbare tijd, hero! Gadverdarrie! Ja, kom hier met die zaadbak. Ja, dat is wel een coole auto. We mogen door de metro, hè? Lopen. Ja, kun je doen, maar ja, doe maar gewoon gebouwen. Dat is het leukst. Tenminste, ja, okay. Is het leukst. Gadverdamme, dan word ik weer beschoten omdat ik politie achter me aan heb. Mijn leven is echt gewoon één dikke endeldarm weer door brandweer. Dat we nu al even moeten oppassen. Zo. Nou. Binnenkort. Al, even geleden is dat ze start zijn gegaan. Ja, dus? Ja, we hebben serieus trouble hier, hoor. We hebben toch alleen maar kapotte banden, wat is de duurste auto GTA? Weet ik even zo niet uit mijn hoofd, maar dat is wel rond de 5, 6 miljoen. En je hebt volgens mij ook nog een vliegtuig van 10 miljoen en weet ik het allemaal, dus... Mijn auto weet ik niet uit mijn hoofd welke het duurste is. Als kijk even. Geen idee. Oké, we rijden lekker door zo. Wanneer komt Minecraft? Vandaag is de World Tour Minecraft, dus die kun je downloaden op Chrome Place. De wereldtour, hartstikke leuk natuurlijk hè, voor de mensen die daar geïnteresseerd in zijn, kunnen mijn wereld downloaden. Is 2 weken lang open, dus dat je het wel even weet. Je kunt maar 2 weken lang doen. Je kunt even op Chromo Place abonneren als je dat wil zien natuurlijk, is hartstikke leuk. Shoutout naar Oma Gerda. Oma Gerda, veel shoutouts naar jou. Om eens een beetje gespreid gaan, kunnen ze ons niet één keer vinden hè. Ja, ik weet ook niet waar jij heen bent dus. Jullie zijn elkaar al kwijt. Dat ga ik niet zeggen. Waar zit je dan? Ja, ga ik niet zeggen. Ah, zeg gewoon een keer man. Bye.
Ah joh, kun je toch gewoon een keer zeggen joh, dat is leuk. Nou, ja, dacht ik niet, dan weet je waar het zit. Nee joh, dat weet ik echt niet. Waar zit je dan? Ga ik niet zeggen. Oké, okay, jammer. Goh, is Drenspron, man. Nee, dat ken ik niet. Dat ken ik niet. Dron gebruiken. Ik weet niet wat dron is. Voor je ouder vind je me onschappig? Denk je weer een match? Welke dag blog je? Ik blog nooit. Ik kan niet schraven. Ga je nog een keer je Volkswagen tunen? Mwah. Ik vind hem zo goed. Ik ben tevreden met wat ik heb. Mijn kat kijkt mee. Doe het goed aan je kat. Dat vind ik altijd leuk. Oké, nou moet ik even een beetje mijn ogen op de weg letten natuurlijk. Want ik sta naast hun. Ik sta bij de snelweg te kijken. Oh, sta je bij de snelweg te kijken al? Ja. Even kijken. Misschien dat ze oversteken. Born rijdt in een gele T20. Ja, ik zag hem net al, ja. Oh. Jongens, ze zijn dus echt bij de snelweg. Ja, waar? Nou, dat weet ik niet. Ik ga even wat mensen zo omrijden. Oké. Mooi, ik heb Born nog helemaal niet gezien. Ja, ik heb hem al gezien net. Ik niet. Een bounty van 1000 op brandweer, lekker brandweer. Hi. Zie je dat heel sneaky achter een buurtje staan te kijken? Jongens. Marik, waar was jij dan? Ja, ik zag ineens de auto voor me stoppen. Ik ja. Heel rustig. Ik zie een man lopen en ik had het eerst niet door. En ik denk, huh? Au! En dat was hem. Nou, jullie eerste teamleven is al weg, jongens. Het gaat ja, lekker. Ja, de tweede ook bijna. De tweede ook bijna, want die springt hier nu naar beneden. Ja, ah, nee, daar ben jij. Ah, daar ben jij. Uitloop. Ja, nee, sorry. Ik dacht dat iemand anders was. Doe je ding. Ik hoor iemand knallen rechts. Ja, ik heb hier iemand. Maar okay. Ik ben hem even dood aan het shit. Ja, ja, we doen ons best. Oh, brandweer, waar zijn jij dan? Was jij zo stil? Wat? Ah, dat is brandweer. Ja, brandweer. Ik kan hem even helpen. Oké, maar je moet ze even iets de ruimte geven, jongens. Ja. Ja, ik zie ze meer. Jeroen! Goedemorgen! Goedemorgen! Jai! Ik schrik me de bal uit mijn lichaam hier, man. Foe! Is de politie afgegaan? Hey. Nou, ik ben een heel stukje teruggereden. Ik weet ook niet waar ik... Of die kant eentje heeft trouwens een blauw jekje met een groenige broek aan. Met schoenen met een wit randje. Oké. En wat had die andere aan, Gerald? Zwart. Rood haar. Nou, ik ben weer terug in de hoek om te gaan zoeken. Ja. Is goed. Ik hoor politie, dus dat is ook lekker. Hybert, dankjewel voor je ene donatie. Kom, ga even zingen voor Selina. Doen we straks, heb ik gezegd. Doen we straks aan het eind. Dat komt goed. No worries. Kromo, welke wat stad woon jij? Ik woon nu momenteel in Veenendaal, maar ik kom uit Barneveld. Hangen jouw ballen niet aan je lichaam in plaats van je lichaam aan je ballen? Wie heeft de politie achter zich? Of lees ik hem nou nog verkeerd ook? Hangen jouw ballen niet aan je lichaam in plaats van in je lichaam? Nee, bij mij hangt ze aan mijn teen gewoon. Ik heb aan mijn teen mijn ballen zitten. Dat is best wel een lekkere locatie, weet je. Je staat er af en toe op, dat is het nadeel. En als je aan het voetballen bent, dan schop je dus eigenlijk met je ballen de hele tijd die bal. Ja, dat kan met wel. Met je ballen en je bal, ja. Ja, oh. Een soort... Ik kan het niet echt helemaal goed uitleggen. Hey! Het is geen pretje. Ik heb er één. Ik wacht. Riool. Riool? Riool. Karel. Hey, ja. Born, wacht! Ik ben hier! Dag. Ik zag je ook rijden. Ja, ik was zo goed verstopt dat je me niet eens zag. Oh, dag. Hallo. Oh. Ja, waar is het riool? Brandweer. Ja, deze kant op. Ja, er zijn meerdere riolen die naar Rome leiden. We moeten die ene hebben. Kromo, mijn oma is vorige week overleden. Ik ben heel verdrietig. Ah, gecondoleerd. Dat is nooit fijn. Gecondoleerd, man. Dat is nooit fijn. Ik heb het laatst met mijn opa ook gehad. Dat is nooit natuurlijk leuk. Sad days. Naar om mee te maken. Oh, wacht. Ik ga naar boven het riool. Hier. Brandweer, waar zit hij als in het riool? Ja, bij die grote... Ja, hij loopt volgens mij nou op die weg. Bij die grote brug. Grote brug. Maar die hele grote brug. Kom maar, heb je ook borsthaar op je rug? Ja, tuurlijk man. Ik heb daar gewoon twee hangmatten. Ik heb een hele voetbalveld op mijn rug staan. Die, rode ik heb brug, die lijn ook gemaakt en zo, weet je wel. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, bij die bocht. Ja, ja bij die brug met die bocht. Bij die bocht, ja. Lekker duidelijk weer brandweer. Volgens mij die modshop die daar beneden zit. Ja, oké. Daar ben ik vlakbij, volgens mij. Dat is hier ergens.
Oeh, maar ik zie nog helemaal niemand. Hier ben jij brandweer, of niet? Ja. Hier liep hij ergens, zei jij. Ja. Dus kan jij het hier even een beetje uitkijken, iets verder staan. Het is altijd gevaarlijk, hè? Maar ze zijn nu of al ver weg, of nog niet. Ja. Er moet sowieso iemand... Mark is sowieso al verder weg, denk ik. Ja, maar hij moet ergens op de weg zijn, denk ik. Maar hij is hier gewoon overgeklommen. Wie had er een groen shirtje aan, zei je? Nee, dat was ik dus niet. Nee. Een blauw spijker shirt had je aan een groene. Ja, oh, volgens mij is met... Ja, en ik had er een volgens blauw mij spijker jack met een bruine jack. Oké. Doe je ook ooit Roblox? Ik kan het een keer voor de lol doen als kakgame. Dat is altijd wel grappig. Nou, waarschijnlijk Mark kennende zit hij in de striptent. Dat kan niet anders, hè? Heb ik gelijk, Mark? Zit je in de striptent? Nee. Zit weer van die bloemkolen te koekeloeren jij, hè? Oude bloemkool checken. Ik ga even in het riool kijken voor de zekerheid. Ja, je moet niet zeggen wat je doet, hè? Want dat is niet heel slim. Ja, maar misschien ga ik dat ook helemaal niet doen. Nee. Maar dan nog is het niet slim. Oké, ik rij gewoon even een beetje rond. En ik hoop op Guus geluk, zeg maar, dat ik gewoon iets zie. Wat op je gezicht qua... Chromo, wat je op je gezicht hebt qua haar... Heb je dat ook ergens anders of alleen daar? Nou, net zoals ik mijn gezicht bij werken we ook andere dingen bij, jongens. Dat kan gewoon, hè? Ja, ik weet niet of jullie dat kennen, maar ja, dat kan gewoon. Oké, even kijken, jongens. Waar zitten mensen? Het is echt kak om te vinden. Het is moeilijk. Ik heb er hier, zie ik er eentje staan op een blauwe container. Waar? Oké. Nou, Mattie, maar neer. Die is neer. Ja, nou zijn we onze levens kwijt, Sander. Ja, zet u waar al voorbij. Die zat ver. Jullie hebben al twee doden gehad. Ja, ik ben ook nog aan de andere vonden. Kant van de snelweg. Ik was er al lang overheen. Wait a minute. Maar dan zijn ze naar het hart, zou dat toch al af, of niet? Nee. De twee levens zijn op. Ja, dus die is af. Wie is er nu dood? Hartstijler. De rest is pepperoni, man. De rest is pepperoni. Ik ben gisteren 16 geworden, van harte gefeliciteerd. Nice. Oké, jongens, kom op. Waar gaan we ze vinden? Ze moeten ergens zitten met een balhoofd. Maar ja, hun hebben zulke dikke balhoofden dat je gewoon niet meer weet welk balhoofd je moet naar gaan kijken. Het is blauw. Ik zag hier uit hem lopen op een te gaan. Maar het moet hier bij de stad zijn ergens. Maar je weet niet hoe ver ze zal zijn. Hetzelfde geld hebben ze al een vliegtuig te pakken, hè? Ik zag hier serieus dat iemand lopen naar Oostigan. Of hij is gedespand of hij is ergens achter gekropen. Ja, gedespand. Ik denk gedespand. Maar het was wel een klein beetje dezelfde soort kleren als iemand die ik toen straks ook al zag. Weet je wat het is? Hoe ver is iemand? Weet je wel, dat is nou een beetje de vraag. Ja, nou ja, ze zei het toen net, nog gast uit het soort basje daar pas. Teken dat de rest verder moet zijn. Ja. Je kunt beter verder terug zijn dan... Ja, laten we een klein beetje verdelen. Ja, ik kan hier het hele ding aan wel af. Vergeet het water ook niet. Ja, het riooltje bedoel je? Ja, het riool en gewoon de zee. Dat ze daar naartoe onderweg zijn uiteindelijk alsnog. Zou zomaar kunnen natuurlijk, hè. Ja. Weet je, ik dat zo eng vind als je er naartoe moet. Maar ieder geluid van de auto wat je opeens hoort. Ja, maar het is sowieso eng. Hè? Het is lastig om wat te vinden. Dat is gewoon lastig. Ja. Ik woon ook in Veenendaal. Nice, Henk. Dan werk je vast bij Henken. Dat heette bedrijf gewoon Henken. Dat was gewoon waarschijnlijk iemand die Henk heette. Die dacht... Mijn bedrijf noem ik Henken. Hoe meer Henken, hoe beter. Hey! Ah, kutlessig. Hey, wie is er hier voor mij? Ja, ik niet, dus knallen maar. Wie heeft hier een... Knallen! Ik ben al lang af, brandweer. Dus waarom kom je maar achter mij aan? Gadverdamme weer een lekker tijger. Ja, alsjeblieft. Ah. Jij begint op mij te schieten, ik was al af. Ik heb jullie nou helpen, toch? Tussen checkpoints dan. Zo. Die heeft de politie afgegaan. Oké,
Iemand hoort dat de politie is. Dus ze zitten hier al in de buurt bij mij, jongens. En waar sta jij? Ik ben bij die sloop. En bij die brug bij de riool. Dus hou de brug in de gaten. Okay, ja, ik sta ook wel op locatie waar ik misschien van denk dat ze daar ook nog wel langs kunnen komen. Oké. Okay. Nou, jij moet niet denken hoor, dat gaat nooit goed. Wie weet online YouTube? Wie weet? Het is zo knijten lastig om iemand te zoeken, jongens. Ja, het is echt. Bij iedereen denk je, is dat hem nou wel of is dat hem nou niet? Ja, de map is gewoon zo gigantisch groot. Ja, je hebt zoveel. Wie heeft bosch. Een vleurgroene auto? Ja, dat is Hasseiler, die is al af. Oh, hi. Lekker bezig gekomen. Ja, nee, ik weet dat in een auto rijden dat maar misschien als brandweer het of. Hi. Oh man, dit is zo lastig om te vinden, jongens. Ja, ik twijfel waar er echt naar staat als ze hier al voorbij zullen zijn. Dat lijkt me sterk, want dan lopen ze wel heel erg. Dat zou ook weer zomaar kunnen. Ja, het is gewoon moeilijk. Ik probeer maar uit mijn eigen ervaring te denken waar dat je een beetje langs loopt. Ja, maar ja, weet je wat het is? Mensen denken altijd weer anders, hè? Ieder mens is anders. Kijk, brandweer die zou via de woestijn hierheen lopen. Ja, dat is verschrikkelijk. Nou, Paolo, TSK, Benjamin, Selina, Raymond, HD Jensen, Jotem Games. Nou, dan gaan we de chat weer even opvoeren, jongens. Daar komt ie. Jorg, Denzo. Ja, het is nog rustig, de chat. Nothing on the hand. Maar wie hebben we nou nog niet te pakken, Raf? Mark, volgens mij. Jawel, Mark heb ik te pakken. Iedereen één keer. Airboy, Kilian. Oh. Wie heeft de politie achter zich aan? De hardstyle hadden we nog niet te pakken. En wie heeft de politie achter zich aan? Ja. Ik niets voor. Hardstyling, dan moet je even weggaan, want jij zit nu ons eigenlijk in de weg. Ja. You playing with the wrong man. You bringing us on the wrong spoor. Oké. Okay, alsjeblieft. Thank you very much. Dat iemand op de brug met een oranje T20. Dat is Born. Nee, later. Ik ben gezien, dus ze zijn vlak. Er is iemand in de buurt van de arena. Oké. Okay. Ja. Ergens. Ja. Dat is maar nu de vraag. Maar ik denk niet dat hij het zou zeggen als ik hem niet in de weg zou staan. Nee, dus hij is al verder weg. Of nog niet, maar. Ja. Ik denk juist dat hij het niet. Ik bedoel, moet anders zeggen. Ik denk juist dat hij het niet zou zeggen als ik hem niet in de weg zou staan. Ja, dat weet je niet, hè? Dat is de tactics. Hamza, Brian, Tractor, Henry, Ryan! Iedereen zegt zijn naam gezellig. Het is zo groot en zoveel bosjes, steegjes. Ja, klopt ja. Hij zal waarschijnlijk hier willen oversteken of zo. Ja, dat denk ik wel. Je weet het niet. Dus het probeert probleem. Hij mij misschien weg te blokken. Ja. You never ja, know. Dan zou je het ook weer niet zeggen. Hardstyle hier. Ben jij dat een hardstyler? Ja. Hardstyler, dankjewel voor de 4 maand sub, bro. Hardstyler hier. Hebben we de naam verkeerd gespeld? Nee. Oh, dat hoort gewoon zo. Ik sta overal gespeld als met een i. Oh. Het lijkt altijd hardstyler namelijk. Ja. Niet altijd echt te zijn. Brandweer. Ja. Iemand in het waar ben jij aan het zoeken? Ik denk dat het een normaal persoon. Ik ben een beetje rond het vliegveld aan het draaien. Oh, oké, super. Er zit iemand in het riool. Iemand in het riool lopen, maar ik denk dat het een normaal persoon je is. Je gewoon je pistool erop richten, dan zie je een rood stipje. Ja, nee, het moet wel. Het is een vrouw die aan het hardlopen is. Ja, dat is hem niet. Nee, die had ik al gecheckt. Bezig, mannen. Er rijdt ook iemand in een rode truck of zo. Rode truck? Ja, dat is brandweer. Die heeft alles rood. Brandweer, waar rijd jij? Okay. Ik? Ja! Bij de arena? Ik ga nog hij een keer... Hij zit bij de arena ergens, jongens. Ja, moet wel. Dat moet hij bij de arena zetten. Ik ga zo nog een rondje op de arena. Ik zit hier op de brug. Oh, wat zit jij op de brug? Volgens mij heeft hij zijn eigen dood gemaakt. Ja! Ja. Hoe dan? Ja. Hij sprong van de brug af. Hij hoorde iets ontploffen. Ja, ik hoorde het hier heel dicht in de buurt bij mij. Ja, ik hoorde ook een ontploffing, maar... Oh, ik niet. Heb jij je eigen opgeblazen dan?
Ja, misschien. Ik ben wel af, hè? Ja. Als je je eigen opblaast wel. Heb je je eigen opgeblazen met een wapen? Granaat. Hoe kun jij dood gaan door een granaat? Ja. Geen idee. Waarom pak je überhaupt een granaat vast? Ja. Je hoeft alleen maar te lopen. Wie is er nog dan? Wie moeten we nog pakken? Ja, wie denk je? Ja, Marky! Ik zie hem lopen, hij loopt hier rechtstreeks over de brug, recht voor mijn neus. Oh, er wordt aangereden hier iemand. Want dat is zo, dat is goed aan. Oké, nou, dan is hij nu echt af. Oké, met z'n allen op Mark, jongens, let's go, nou wordt het spannend. Ja, Mark, we're gonna get you. Hij zit een beetje in het midden waarschijnlijk, jongens, en anders niet. Dus Mark, volgens mij, die dat zegt waar iedereen zit, toch? Nee. Nee. Oh, dat was Contain. Ja. Hey, niet doen. Even kijken. Ik vertrouw dit zaakje echt niet. Nee, die groene auto moet het even niet doen, want you wasted this for us. Ah, ik ben jullie aan meezoeken natuurlijk, hè? Ja, maar je helpt niet echt, je zit te schieten. Ja. Oké, ik weet in ieder geval twee dingen van Mark. Dat hij zwarte kleding aan heeft. Zwarte kleding zoeken. Ja. Donkerrood haar. Ik blijf nog even een beetje achterhangen. Ja, ik zou niet te ver naar achterhangen, want ik denk dat hij al in de buurt van het vliegveld eerlijk gezegd. Want we hebben heel lang de focus gelegd op hem. Als hij gewoon omgelopen is, dan is hij ongeveer nu bij het vliegveld. Dat kan niet anders. Ja, dat is ook zo. Sterker nog, misschien vliegt hij nu wel weg. Oh, dat is container die hier een heli pakt. Yes. Oké, rustig aan. Vliegveld ben ik nog lang niet. Dat meen jij? Dat meen ik. Jij bent al lang niet bij het vliegveld. Nee. Heb je je neus leeg lopen vreten terwijl we hun aan het zoeken waren? Nee. jullie moeder Thij. Je opmerking is te kort. Oké, strandbal. Ja, dat is ook niet echt slim. Nou heb ik net geschoten. Oh ja, nou heb ik een hele band achter me. Ik word gek. Oké, ik lees het hardop. Vooruit, deze keer dan maar. Speel je met kijkers? Jazeker, we hebben gezellig drie kijkers vanmorgen. Brandt heeft zijn eigen... O jee, ik heb Enter Apollo Station als optie. Jeroen! Oh, je kakakakamel! Jeroen, pas op met een vuur! Jeroen, Piet Piraat! Ik heb een vraag voor je. Heb je een lichaam of ben je een lichaam? Graag uitleg met argumenten. Ja, ik ook graag heb je een lichaam of ben je een lichaam? Ik heb een lichaam. Dus ze zegt toch dat je een soort geest hebt, die kan eruit. Dan ben je hersendood. Dus in theoretisch gezien ben jij gewoon de chip. Ben jij. En je bestuurt zeg maar mijn computerkast. En de auto heeft ook een motor. Oké, zullen we het daarop houden? Dus ik heb een lichaam. Ik ben geen... Al maar eentje voorbij gevlogen. Dus vandaar die fiets. Oké, motor. Mark is nog niet gevonden, dus dat is helemaal kak. We moeten hem vinden, jongens. We kunnen hem vinden. Dat is leuk. Dag, mijn beste vriend. Is het hier gezellig? Ah, het is hier kak als dikke kak, jongen. Ik ga toch eens even kijken bij het water. Ik vind Mark wel zo'n zwembandjes, jongen. Heb ik gelijk, Mark? Nee, ben je een zwemmer. Je bent aan het zwemmen, hè? Oh. Ja, zie jij liegen, jongens. Hij is aan het zwemmen. Ik kijk wel even alleen. Welke kant kijk je uit het water? Rechts. Als je naar het vliegtuig toe kijkt of van het vliegveld wegkijkt? Weet ik veel. Naar mijn oma. Ja, dan weet ik toch niet welke kant jij kijkt. Je weet toch waar mijn oma woont? Ik wil spam mee. Ja, de lantaarnpaal rechts, hoor. Oh nee, wie is dit nou weer? Pardon. Oké, even rustig kijken hier, ho. Dan pakken we even deze dikke citroenbal. La 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 la. Zo. Ik heb zo'n zin om die gas neer te schieten. Doen we niet. Kapow! Oké, volgens mij heb ik politie achter me. Ik weet het niet zeker. Ja, ik heb politie achter me. Nou weet ik het heel zeker. Dat vind ik top. Hoort nog niet. Had? Hij hoort het niet. En ik sta rechtstreeks bij het vliegveld voor de deur, dus... Mark! Ja? Je mag wel een tip geven waar je staat. Ja. Wat zie je in de buurt? LTD-bol. Ja, en ik zie twee augurken aan het paren. Die maken kleine komkommers. Iets duidelijker... Wat voor gebouw zie jij een beetje in je buurt? Ik zie een...
Ronde Koepel. Je zit dus gewoon bij het theater. Nee. Hè? Een Ronde Koepel. Auw. Ronde Koepel, want dat moet het theater toch zijn? Ja, of die haven. De haven een Ronde Koepel dan? Nou, de haven volgens heeft... Volgens mij wordt die ergens geramd. Die haven, die heeft daar iets ronds. Maar er komt een nieuwe update. Ik denk dat er morgen een nieuwe update komt, Hamza. Ik weet het niet zeker, maar ja. Hoe gaat het met jullie moeders? Met mijn moeder gaat het vast en zeker goed. Ik heb toch wel een paar dagen niet gesproken. Ja, alleen via WhatsApp een keer hallo of zo, maar dat was het. Sesam open nu. Sesam open. Oké, okay, dan rijden we er even lekker omheen. Doei, Krom, ik ga. Tot ziens, Raymond. Bedankt voor het kijken natuurlijk, hè. Bedankt voor het kijken. Ronde koepel, jongens. Ronde koepel. Wat rijmt er op ronde koepel? Vierkante koepel. Soep. Knoepel. Knoepel. Soep. Ik zie geen ronde koepels hier. Tenzij de... Ja, je bedoelt echt een ronde koepel, hè? Ik zit in de haven te kijken. Of bedoel je gewoon een gebogen dak? Nou, een rond dak. Ja, helemaal rond. Gespeeld. Hè? Er wordt voetbal gespeeld. Ja, dan moet de arena zijn. Dan ken het niet meer anders. Ja, dan is het toch de arena. Wie vliegt er hier? Ik. Want die was ook al gevonden. Maar dan is hij nog niet zo ver dan. Nee, daar zijn je maten net doodgereden, zullen we zeggen. Ja. Ik kan nog meer naartoe te komen. Ik zie ook even een auto voorbij vliegen hier ook. Ja, dat was ik denk ik. 360 deed ik. Ja. Oké jongens, zwarte kleren. Met zwarte kleren met een rood kapsel. Zwarte kleren met een rood kapsel. Zwarte kleren. Rood kapsel. Dat is niet te zoeken dit jongen, dat is niet te vinden gewoon. Ronde koepel bij het vliegveld, er is geen ronde koepel bij het vliegveld, daar kan niet gevoetbald worden namelijk. Nou ja, dat is maar één plek, dat is de arena. Ja, maar ja, weet je hoe groot dat is eromheen? Ja, heel groot, een tactische zet om dat te noemen. Ja. Ja goed, ik zou ook slim zijn en niet een te makkelijke hint geven. Nee, natuurlijk niet, dat is ook niet slim. Ja, ik zie hier wel een rond dak, maar dat is niet echt een ronde koepel natuurlijk. Oh shit. En daar voetballen ze ook niet. Blijf maar streek. Ik vlieg. Heb gelukkig wel genoeg zuurstof met brand weer. Pak. En ik had genoeg hoogte. Oké, ik probeer even mijn auto iets recht te houden hier. En dan ga ik even kijken. Ja, jongens. Loopt die metro ook niet door de... wacht even. Wat zeg jij? Zwarte kleren met een... rood kapsel. Ja? Ja. Ik ga daar op die parkeerplaats en ik kom heel rustig voorbij te rijden. Welke parkeerplaats sta je? Ik ren achter me aan, hij zit aan de oostkant. Mark, heb je gevonden? Ja, ik ren achter me aan. Het is ook. Hij zit aan de oostkant. Hij trapte mijn motor om. Waarom trapte hij jouw motor om? Jammer, Mark! Kak. Ja, ik sta er heel erg op de parkeerplaats. Hier op deze moet voorbij rennen. Ik denk, Ja, dus we hebben gewonnen. Ja, daar komt het wel op neer. Weet je hoe goed wij zijn? Ja. Ik heb niks gedaan. Beginnersgeluk. Ja, klopt. Dat is het. Ja. Ja, beginnerspech. Nou ja, we hebben gewoon lang gezocht hoor, maar we hebben gewoon geluk gehad. Ja. Nou, ik denk dat het ook wel heeft geholpen dat we er twee in het begin hebben gehaald en dat er twee of drie, alle drie, volgens mij bij de arena... Of ja, eentje was ervoor, maar dan... Maar wij zaten met z'n drie in het water, als ze naar ons toe zwommen, schoten ze ons neer. Ja. Maar ja, van de andere kant, als ze gaan zwemmen, dan kun je ook weer gewoon wegzwemmen onder water. Ja, dat... maar ja, dat is ook lastig hoor. Ja, maar ja, ze kunnen niet schieten in het water. Zet er dan bulletproofjes om, man. Ja, succes zonder bandjes, brandweer. Ja. Ik stuur niet meer. Oh, hey, Jan, dat weet ik ook wel. Hij wie zit te bombarderen? Jongens, er ging daar iemand dood. Ja, ik denk, zeg het even. Runners Bart, very nice. Hamza, dat is overal heel lang. Het zou flauw zijn als je passive mode deed. Passive mode, ja, dat je gewoon niet gekilled kon worden. Dat zou wat zijn. Oh, dat weten we voor de volgende keer. Ja. Nee, dat is niet leuk. Ja, dat was nice. Maar wat nu? Hoe staat het met ons leven? What we gonna do? Ja, je kent het concept van Jacques. Wow! Jeroen! Ja, je met z'n handen,
Silvano Lubbers! What the fuck? Silvano Lubbers, dankjewel voor je 5 euro donatie. Yo man, hoe gaat het? Dit keer een kleine donatie, maar boeien geeft helemaal niks, gast. Super bedankt ervoor. Gaat lekker. Het gaat goed. We hebben even lekker wat potjes hunting game gespeeld. Zou ik gewoon nog eens even een race op starten, dat de mensen nog mee kunnen doen? Gewoon even aan het eind, ja, even een paar racejes. Ah, oh, dat zullen mensen wel leuk vinden. Even bonus, gewoon even leuk bonus. Even kijken of er nog een playlist op staan, hoor. Gaan zitten. Heb je niet zo'n lekkere beuk dingen? Ik heb helemaal niks meer van mijn Jeep over. Even ik heb nog wel wat gehaald races voor je. Kijk, wie staat hier? Coming. Nee, komt goed. Ik heb allemaal nog playlists staan. Nee, Q-Plant, Free, ja, dat ben ik, Fall, dat ben ik. Race. Ja, ja, we hebben het vast wel een keer gedaan. Snort me, Arnold. Eetje. Gewoon een circuitrace dus. Je hebt helemaal niks. We doen wel een circuitrace gewoon nog een keer. Dat is wel leuk. Goed. Dat is altijd mooi. Kunnen jullie even gezellig meedoen? Doen we gewoon even 1-2 races. Even lekker gezellig nog maar eens. Een bonus. Ja, hartstikke leuk. Oh, nee. Kunnen we even weer wat meer lollen? Doe een dikke trollrace, jongen. Nee, ja, ik heb geen trollrace nu hier staan. Maar dat maakt ook niet uit. Oeh, 40 laps gaan we niet doen. Vind ik net wat te gek, zeg maar. Rustig laten naar beneden tellen. Yay, donuts! Beneden. Hoe was je dag? Ik moest vandaag werken bij de kruidvat. Oh, leuk. Was dat goed te doen of was dat echt saai? Ik ben wel even benieuwd hoe dat nou is. Ik zal mijn dingen hier langs. Dan ga ik even mijn vrienden inviten. Zo, en de crew members. Dus als de mensen even de computer opstarten, dan kunnen jullie... Oh, we hebben echt gewoon geen crew members online. Wij zijn toch online? Oh nee, dit zijn friends, sorry. Aha. Er zijn wel crewmembers, die kan ik inviten. Leuk. Komen nog Tekkert afleveringen? Ja, Born en ik willen misschien wel weer een serietje starten. En dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Maar, wat ik zag was het een van de 8. Dan willen we een soort modpack er in ieder geval in doen. En dat we echt een soort town hall creëren. En dat we gewoon overal zelf wat gaan bouwen. En een beetje bij elkaar in de buurt wonen. Dat is wel lachen. Maar moeten we even gaan kijken. Dat komt in de toekomst wel. Dat is wel leuk. Maar dan wil ik wel een wc. Ja, wil jij, dan ga jij een wc maken, dat sowieso natuurlijk. Ja, dat is een dikke trap, hè? What the fuck? Ja, ik zit er. Je kan hier joinen. Oh, Boormeister, dankjewel voor je 5, 3, 8 donatie. Dankjewel, jongen. Dankjewel very much. Alles goed, meentje? Ik hoop het wel. Ik hoop dat je het niet erg vond dat we een keer niet geraced hebben. Daarom doe ik nog even aan het einde nog even een race voor jullie, weet je wel. Maar we are alone now. Ja, wat? Yo. En we kijken of mensen ermee willen doen of er zin in hebben. Ik heb van niet iedereen heeft het aanstaan natuurlijk. Ben je gestopt met Sims? Nee, ik ben niet gestopt met Sims. Morgen komt, woensdag komt Sims weer. Maar we hadden even de Terraria dat ik nog liggen en die andere. En ik ben dit weekend natuurlijk weer weg geweest. Dus ik heb niet kunnen opnemen dit weekend. Een beetje kak, maar maakt niet uit. Hey Gerald, ga je nog een andere minigame doen deze livestream? Nou ja, we gaan even een race doen nog. Gewoon even gezellig, gewoon even lekker wat anders. Ik start nu op. Wacht even, please. Tuurlijk, Dio. Gaan we doen. We wachten gewoon eens even gezellig, hè. Gaan mensen nog wat leuks doen deze week? Werken. Ja, okay. Ja, dat klinkt leuk, ja. Weekend pas weer. Kijk wel wat. Ja, oké. Okay. Ik morgen even opnemen. Dan gaan we Blackout spelen van Call of Duty morgen. Dat is wel lachen. Hey. Gaan we bij Armada Music doen. Oh ja, ik ga morgen ook spelen op mijn PlayStation. Ja, dat wordt leuk. Jeroen! Nou, heeft ook een invite. What the fuck? Stefan, je mist Twitch. Ja, klopt. Dat kan ik geloven. Maar aan de andere kant... Ik vind dit chiller voor mezelf. Ik hoef niet meer een video op YouTube te gooien. En daarna blijft het ook lekker op YouTube staan. Dan kan ik ook gewoon met dingen terugzien. En ja, weet je, subscribe even allemaal. Degene die het nog niet heeft gedaan, kijk, dan heb je ook weer subscribers erbij. Dus voor mij is dit persoonlijk chiller. Vandaar, oké? Okay? You understand? Dit is gewoon voor mij één platform. Toen dacht ik eerst dat YouTube naar de kloten ging. Dus toen ben ik op Twitch gebleven. Maar toen wou ik er al weggaan. Maar YouTube, die blijft wel. Ik denk dat dat... Dus vandaar. En ik vind op zich de chat zoals vanavond echt super chill. Het is gewoon goed te lezen in mijn eentje. Dat is allemaal goed te doen. Kom, kan je weer een keer een horror game doen? Ik heb wat horror games staan. Ik heb alleen nog de tijd niet gehad om het te spelen. En ik ben altijd heel erg bang natuurlijk voor horror games. Yo! Ah, je schijtert. Ik maak er nog even een keer mod, Steven. Kom goed. Woon jij in Ede? Nee, ik woon niet in Ede. Ik woon in Veenendaal. Ja, jazeker. Jazeker, dames en heren. Jazeker.
Trommel, ga je nog een keer op GTA klonen met ons kijkers? Ja, gaan we nog, natuurlijk gaan we dat nog een keer doen. Leuk. Komtek, je maakt hele leuke video's. Je moet dat verder gaan met de livestream. Heel mijn klas zit nu te kijken naar de livestream. Lena, doe de groeten aan je klas. Hartstikke leuk dat jullie allemaal kijken. Very nice. Very good. Kijken of we nog een beetje kunnen crashen en beuken. Kijken ze dan allemaal apart of allemaal tegelijkertijd naar één scherm? Ik weet niet. Als ze een avondschool hebben, dan zou het misschien kunnen. Maar anders denk ik apart. Maar ja, weet ik ook niet. Waar in Veenendaal? Ergens in Veenendaal, Henk. Anders komen jullie de hele tijd aan de deur. Dat vind ik geen pretje. Gewoon een beetje prijzen jou. Hè. Ik woon ook in Veenendaal. Ik ga weer verhuizen uit Veenendaal. Ik ben volgende maand weer weg. Dus dan weten jullie dat. En daarom zeg ik ook dat ik in Veenendaal woon. Anders had ik het niet gezegd. Doe ik een story mode? Story mode moet ik van de week ook nog doen, maar dat komt allemaal van de week. Komt allemaal goed, want ik ben even druk geweest, ik heb wat opnames gehad en ik heb een mini greet gehad, dus ik ben eigenlijk elk weekend ook al weg geweest. En zodoende. Jij had toch die kartonnen villa? Kartonnen villa? Ja. Hoe bedoel je een kartonnen villa? Lang. Ja, jij snapt hem niet. Nee, ik snap hem niet. Maar woon jij dan in een karton? Ik woon in... Oh, zo, met verhuizen. Ik ga nu in een glazen pot wonen. Maar hoeveel? Ik pas er net niet in. Snap je? Waar er weer meer te krijgen in Barneveld? Weet ik niet. Dat zou ik niet weten. Niet nu alweer, want dat is een beetje te snel achter elkaar. Ja. En ik ben wel even klaar met de meet and greet na dit weekend. Dat okay, ik zeg Sander zorgen. En dan reageren er twee. Oké, nog één keer de crewmembers invited. Iedereen is geïnvite, maar niet iedereen is joinen, dus dat gaat. Tot hoe laat ga je? Weet ik niet. We gaan nog even 1-2 races doen. Ik wou gewoon even in ieder geval tot 10 uur volmaken. Ik moet nog wel editen straks. Ja, tot 10 uur. 5 minuten. We kunnen wel een race doen. Komt goed. Sander. Ja? Ik heb mijn monsterpyramide bijna klaar. Wat heb je, monsterpyramide? Zo. Jij wil of zo snel dood, of niet? Ja, best lachen hoor. Ik bedoel, ik gun het je van harte om dood te gaan, maar... Hey, ik doe het gewoon rustig aan hoor. Ik heb ze wel gespaard. Je had laatst 5-6 blikken op een dag op. Nee. Wat is je record? Waar die hele grote blikken, 1,5. 1,5 blik op één dag. Dat is ook niet veel. Ik heb er 15 een keer op één dag. Ik heb er nu al 2 op, dus... Nee, ik bedoel echt van die grote, met die draaidop erop, hè? Ja, maar hoeveel van die 0,5 liter blikken? Ik heb 15. 15 blikken? Dan ga je dood, hè? Ja, niet vandaag, hè? Nee, op één dag. Ja, dat was mijn record. Wie doet dat nou? Dan heb je een dikke hartritme in de stoornissen. Ja, daarom drink je tegenwoordig helemaal niet meer. Nee, dat is wel zo verstandig. Ik heb er wel eens 8 op en toen kreeg ik echt... voelde me niet lekker. Als je 15 blikken drinkt... Ja, van 0,5 liter. Echt gewoon de hele blikken, dus niet alleen de inhoud. Dan denk je sowieso dat 1 blik al dodelijk is. Want 1 blik is niet dodelijk, ik heb er 2 op. Ja, hij bedoelt dat je ook een blik opdrinkt. Als jij ook een blik opdrinkt. Ja, je zegt de blikken drinken. Ja, gehaktbal. Jij neemt het weer zo serieus als een dikke pinpenter. Ja! Iedereen zit erin. Ja, maar kijk maar op je duik op je WhatsApp. Nou ja, ik zal even kijken. Kunnen jullie de foto zien, jongens? Ah ja, dat zijn maar een paar blikjes. Dat is wel een hele donkere foto, maar... Even kijken hier. Dat zijn een paar blikjes. Nice, brandweer. Gezond, jongen. Ik ben trots op je. Ja, maar ik drink ook Monster nu hoor, dus dat maakt niks uit. Ik ben een rauwe prui aan het eten. Monster is trouwens mijn sponsor vanaf 2019, dus ja, ik maak nog even gratis reclame voor ze. Hey, dat rode blikje, daar komt een belletje. Nee, verkopen ze sinds kort ook in Nederland. Ja. Nee, die niet. Wel, de Hamiltons, ja. Oh, ja, de Hamiltons. Er is nog 1 iemand gejoind. Het gaat lekker vlotjes. Ja. Ik denk dat we gewoon kunnen beginnen. En dan kunnen mensen de volgende nog joinen als we die gaan doen. Ik weet niet of we deze race al hebben gedaan. But. Wat weer. Ja. Zo. Hey, dames en heren, er is een boer ontsnapt als jullie hem zien. Hij is heel lelijk. Dit eer het even weten. Verschrikkelijk, wat een boer was dat, joh. Nou, ik doe het niet. Dan heb je de rioolput opengezet hier. Normaal wil jij het wel, hè. Ja, normaal ben ik het bij jullie wel, maar nou niet. Nee, hou je even gedijsbrand weer. Niet zo boeren. Even kijken, echt vies. Trouwens nog Sofano, dankjewel Lubus voor je 7-6, daar ga ik nog hoger. Nou, niet te hoog, dus zo is goed. Thanks very much. Thank you very much. I appreciate it. Kun je even Bornhub uitzetten? Ja. Ik denk zeg het even gewoon, weet je wel.
Ja, dat is zo. Hoeveel jaar ben je al bezig met YouTube? Sinds 2014. Vind jij trouwens lelijk? Oh, dat is... Ja, nee, ja, vind je mij lelijk? Stof, ik heb... Nee, dat is mijn porno-snor. Ja, dat is mijn porno-snor. Ik lik met T20 aan, maar wat krijg ik? Een gehaktbal. Nou, hartstikke gefeliciteerd. Dikke shit. Ik ga nu op café school. Wat is dat dan? Oh, nee. Alleen doordat ik achteruit ging, crashte... AAAAI! Ja, Selina! Oh! Lekker jongens! Hey. Nou, van laatste... jongens. Hey, jongens, van laatste plek naar eerste plek. Nou, maar niet voor lang. Wie maakt mijn auto nou weer naar hier? Okay, rustig aan, rustig. Hier kom jij. Nou, je hebt er iemand anders uitgebeukt. Hoi! Ja! Zo! Dan gaan ze met twee, hoor! Ja, klopt. We hadden het niet helemaal naar ons zin. Hoeveel laps had jij? Oh! Tien laps! Tien lapjes, jongens. We kunnen dit. Doe nou, je jongens, best. Je hebt een irritante haakhoofd. Ik rij lekker met Bornie. Hartstikke leuk. Als je dacht, de brand weer aan. Hé, hey, boer, jullie gaan de verkeerde kant op, hè? De rietjes. Ja, dat weet ik. Nee, ik ga even zo, vind leuk. Jullie rijden allemaal voorin, of niet? Ja. Ik heb de map nog uitstaan, dat is wel kak, maar goed. Ja, ik heb ik snel even aangezet. Ik heb allemaal aangezet, dus. Ja, ik niet, dus ik heb gewoon keiharde pech. Alleen de namen niet, heb ik aangezet. Ja, maakt niet uit. Ik heb alles aangezet. Ik doe het gewoon zonder map, joh. Puur skill, hero. Die gerest tegen een paal. Ik zie dat boer achter me rijdt, dus dat vind ik wel een lekker gevoel alweer. Die eigen adem van hem. Ik ruik die stront alweer in mijn rug. Gadverdarrie, ja. Rijk nog een paal. Oh, dat jij ook, nice! Leuk, hè, oh, lekker. Wie is Arjan? Stefan. Arjan is hybrid. Als mensen dat zeiden. Hij zei kak, ik zeg nooit kak. Dat is kak om dat te zeggen. Dat is zielig om te doen. Hoi, Mark. Ik heb een kakauto. Oké, gewoon doorrijden, doorrijden. Ik kan die auto gewoon niet bijhouden voor me. Wat is dat voor snelle dikke lampionnenkat, kapper? Dat is een merk met een. Dat ding is snel, man. Ja, de. Oh. Kom hier. Kom hier. Goed even remmen. Jij lekt een beetje of zo. Ik stak een rendier over. Oh. Oh, Mark. Oké, kom op, slipstreampie. En gaan we die banaan. Lekker brandweer. Rijd er gewoon in een paal aan. Dat ging niet. Wie staat hier nou nog stil? Ja, de finish. Dat is brandweer. Nee, want die reed tweede. Ja, maar brandweer staat gewoon graag altijd stil even. Nee, ik sta nou derde. Even pitstop. Even stilstaan. Vind je leuk. Wat heb je gedaan dan, brandweer? Je reed tweede. Nee. Ja, ik hij geeft een paal aan kussen, weet je wel. Zo, daar ga ik. Die gast voor mij gaat echt hard. Ik kan niet hardstylig. Kun je even iedereen indrukken? Nou. Ja, nee, blijf gewoon lekker weg. Chromo, we moeten nog een paar rondjes, dus nee, doe maar niet. Ja, nee, ik kom eraan. Ik ga echt vol tegen de achterkant aanklappen. Je bent kak, Chromo. Bedankt, Juri, ouwe kakvlegel. Nou, gaan we lekker spelen met Kurt, Mark. Ja, jongen. Oh, lap 3 al! Wow. Ja, joh, we zijn er bijna. Oeh, wow, dan had ik je bijna hardstyler. Ja, maar dat maakt het spannend. Ja, ik kom in de buurt. Hoi, brandweer. Nee. Moet je daar niet weer buiten de baan rijden? Nee. Slipstream. Brandweer beukt de gele kanarie even van de baan. Nee. Nee hoor, ik rij binnendoor. Ik ging vol op de rem. Kijk op, brandweer, ik zit ernaar. Zo, van binnen bocht. Zo, ik pak van daarin. Hey, Space is echt op beukmode volgens mij. Ja, ja, de beukmode is on, hè, dat wou je. Ah! Help mama! Ik kan het allemaal uitleggen, hardstylen. Kom op, niks aan de hand, Sander. Rustig aan. Ik heb 2 cavia's verkocht gistermiddag. Hé jongens, er komt er eentje tegen, Strooms. Ja. Kom op, gas geven, auto. Sander. Ja, ik denk ik hem al. Ik zag je al opzij komen. Moet eventjes maar Gerald toestaan. Kak! Verder spelen. Oh, die is denk ik al niet op voor me. Die is net gecrashed. Ja, nee, ik heb je ook een stukje afgesneden. Ik rij gewoon nog achter je, hè? Ja, hier staat een blauwe nog. Ja, ik kom er alweer aan.
Oh, hey, jongens, shit joh! Nou is dat niet Selina? Hé hey, jongens, pas op voor die space, die zit de hele tijd tegen de baan in te rijden. Ja, doei! Ah, kak, nu rijdt de volgende alweer achter me. Jongens, ik heb echt een probleem. Heb ik wat gemist? Je hebt de hunting game gemist, maar je kunt hem gewoon terugkijken. Ah, fuck off. Ik ben er voor bye! Over de kop rollen! Doei, hakbal! Ik zie je dikke later! Ja, ik heb hem. Uit, die spacebird staat te wachten. Te beuken. Ja, die staat de hele tijd hier. Hey, oh, wief, dat is lekker om te horen. Ja, dat ging niet helemaal lekker. Oh, boor, de ga uit manus! Klap uit manus! Hey, wie doet dat nou weer? Even niet doen, hè? Spacer niet doen. Dat is niet leuk. We moeten wel een beetje realistisch houden, die race, hè? Ik bedoel, natuurlijk ben ik beter en win ik, maar... Dat kan ook een keer zijn dat ik pech heb. Ja, was Born eindelijk bij mij? Nou, ik zal rustig aanrijden, jongens. Door is goed. Kom ik je wel weer voorbij. Ja, nee, dat gaat niet gebeuren. Succes met Spacer. Ja, succes, maar Spacer, kun je even opbokken, anders ben je weer. Dat is ook weer zo lullig. Dat gun ik je ook weer niet. Dus ja, succes aan de. Rij even een normale race. Ja, maar je hoort het zo wel. Jeroen! Boah, ja, kakka, melakka! Jeroen, pas op! Oh, man! Jeroen, Jeroen! Ja, dan kun je gewoon hier verlengen. Dankjewel, Jort Vragen. Die, dat kun je hier volgens mij ook gewoon doen. Maar ik ga even er straks in verdiepen hoe je dat nou precies allemaal werkt met geluidjes en dingetjes. Maar als het goed is komt het ook wel hier ergens in beeld. Maar ik heb nog nooit iemand het zien doen. Dus ik weet niet precies hoe het werkt. Ik heb een tip bij jou YouTube. Ja, hoe heb je dat gedaan? Moet je gewoon lid worden. En wat gebeurt er dan? Kwam er een melding of niet? Ja, ik weet niet hoe je dat instelt. Oké. Okay. Dashboard ofzo. Oh, space. Nou, gewoon lekker in mijn dashboard zie ik wel. Oh ja, ik zie trouwens gewoon links staan, ja. Oh, Kino, een zetje in mijn rug, Hero, dames en heren. Welke zaadbal die meer? Maar in ieder geval, thanks voor de euro en ja. Ja. Achter je. Nee. Ja, vind ik goed. Ik ga gewoon lekker door. Ik ben nou eindelijk weer bij die twee ik mannen. Ik ga gewoon lekker door. Ja, nee, Boon, ga even weg met je dikke palenborst. Kom, we gaan eerst naar hun toe. Oké, is goed. Nee. Je gaat niet nou de Team Spirit Hero weer heen gooien, hè. Ah, jij! Van mij kreeg sterker maar daar. Nee, ik rijd nog. Ai, jij! Ja, moet doorrijden. Iemand zit in mijn slipstream niet te harken. Ai, jai, jai. Dankjewel, Hyman, voor de 3 euro donatie. Eerst even eerst te worden, hè. Nou, dat gaat nu niet meer lukken, denk ik. Oh, we hebben nog een paar rondjes, Krummel. Ja, dat is waar. Had ik daar Krummel of had ik daar... Dat was ik. Ja, nee, dat was Krummel. Ja, okay, ik voel me heel prettig. Ja, die is ook al... Die is ook al gekeerd. Ja, dan gaat je nou gewoon vandoor. Ja, ik ben een die probeert nog steeds te beuken, die space. Ja, dat is echt een eerste zaadleider. Als we nou safe spelen, Mark! Zo worden we toch nooit eerste! Ja, maar dat is toch goed. Verschrikkelijk. En vervolgens staat Chromo 4 dan. Ja, maar ik kom er gewoon weer aan. Niks aan de hand. Even eerst te worden. Ik race vandaag niet mee. Nee, ik merk het dat je niet mee race. Ja, je moet natuurlijk een beetje bij moe. Ja, van het weekend. Zwaar weekend gehad. Jeroen lag lekker mee, inderdaad. Jeroen heeft gelijk ook weer. Als Mark jou direct voorbij komt, wil je hem even beuken? Nou, ik sta voor je. Dat kun je zien als je op zet druk. Dat vind je heel lief als je dat doet. Ik vind je heel lief als je Born eerder buikt. Nou, als jullie gewoon elkaar even beuken, dan op de eerste plek, weet je wel. Dat is gezellig. Ik zou dat gewoon doen als ik jullie was. Ik heb Mark bij me. Nou, kijk maar, hij zit achter me aan. Ja, kets hem dan neer. Ja, die ketsoufflé. Godverdomme. Nee, dat mag je niet zeggen. Don't swear, please. Ah, nee, Mark. Tegenwoord. Hé, hartstikke. Kun je daar naartoe? Veel plezier, hè. Groetjes. Ah, kom er wel aan, joh. Ja, dat zal best. Je hebt nog maar 3 rondes de tijd. Dat maakt niet uit. Ah, godverdomme, ik stap in één keer uit. Ja, ik zei het toch, Contijn. Je moet Mark meuken. Mijn poppetje stapt opeens uit. Ja, ik ook. Ik had last van een hacker. Ik had ook een probleem. Ik heb je overgereden. Dus die kneus van de space natuurlijk weer. Last van een hacker? Ja, ik werd in mijn auto uitgezet. Ja, ik ook. Nu ben ik helemaal laatste. Ja, joh. Dan nog 4e. Ja, ik 6e nu. Een eikel is dat. Ja, verschrikkelijk. Even wachten. Nou ja, rij maar door. Jammer dat eentje keer dat alles moet verpesten. Ja, al de eentje op knuffel, hè. Oké, let's go. Daar gaan we weer.
Ben je naar een YouTube-event geweest? Nou, hij was bite, maar was echt kak geregeld. Gigantisch heet was het. Bijna drinken uit plastic beetjes moest je met jezelf pakken. Kijk, niet dat wij verwend hoeven te worden hoor, maar als je dan voor de YouTubers die pizza's haalt... Dat is natuurlijk niet slim. Wie rijdt er eigenlijk voor mij? Kurt. Oké, okay, Kurt. Hansi, dankjewel voor je €2,29, jongen. Oh, kak. Kak. Ging net goed. Ik heb ineens gegrepen. Zo. Hey, komt dan gaan we even door. Huh? Waarom rijden jullie allemaal hier? Hebben jullie crash gehad of zo? Ja, ik wel. Oh. Hey. Oké, okay, dan kan ik weer met jullie meerezen. Ik doe weer mee in de game. Oh. Echt waar? Zo, wat een pak. Hey! Tijd of ik. Huh? Oké, dan gaat lekker, man. Hansie, bedankt voor je 2,29 jongen. Denk je wel, Matje. Kom maar, Instagram, ken je geen. Of Chuckler. Ja, heb ik een pose vol, maar de volgende toen weer. Het ging toen Fortnite-video's op doen. En dat heb ik toen weer weggeontvolgd, dus dat vind ik dan weer niks, weet je wel. No Fortnite for me, man. No Fortnite for me. Hey, even niet zo vloeken, gast. Ik weet niet wie het doet, ja. Maar nee, don't. Dat ik niet. Kont. Ja, kont, niet doen. Ja, brand weer beukt hem even. Ja, klopt. Ja, dan moet je kak zeggen. Vind YouTube niet leuk. Dan moet je gewoon pot zeggen. Ik moet er ook aan gaan. Dankjewel, Matt! Het weekend was zeer vermoeiend. What the fuck? Holy shit, wat is dit voor slipstream, man? Dus wanneer ben jij zo goed, brandweer? Ga eens gewoon weg. Ik had echt een slipstream hier. Hoor. Had je één spijker kunnen zetten voor brandweer? Vertox! Oké, ik weet niet, hè? What the fuck? Oh, sorry. Je ligt gewoon de eerste. Oh, wacht. Oh, lig jij eerst natuurlijk. Hybrid, het weekend was zeer vermoeiend. Vooral die ene zaterdag. Ja, ik geloof het is natuurlijk altijd vermoeiend dat soort dingen. Maar ja, hoort erbij hè. Vermoeiende dingen is altijd hard. Vertox, dankjewel. Volgende week race ik weer mee vandaag. Oh, wat? Serieus? Ik crash er gewoon dwars doorheen. Oh ja, daar zit je. Ja, ik ging er even helemaal dwars doorheen. Volgende week race ik weer mee vandaag. Ja, Space zit wel. Tof stream. Thanks bro, thank you very much. En dankjewel voor jullie inderdaad natuurlijk. Slipstream elkaar. Oh, slipstream. Dat is ook een kak. Nou, ik moet nog echt flink gas geven, wil ik dit nou winnen. Want dat is 17 seconden boord, dat ga ik nooit meer redden. Ik zie hem daar rijden. Ja. Ik ga niet op jou wachten. Nou ja, wij kunnen elkaar hardstylen. Kom, slipstream elkaar. Haal hem maar in. Maar ik heb Proctor op Mario hangen, dus dat wordt zo'n tegenwoordig. Ja, doe maar even een beukje. Doe maar even een beukje. Dan gaan wij elkaar even slipstreamen hier zo hardstylen. Net die Kurt even. Oh! Dus dat kontje weer. Kontje, rambrandje mag. Ja, nee, dat gaat niet. Dat gaan we niet doen. Pas op. Gaat goed. Twee dezelfde auto's, Team Twerks Hero, jongen. Holy dikke macaroni. Met wortels. Dikke wortels, hè. Hele dikke zomerpenen. Heb je liever een winterpeen of een zomerpeen, Born? Een kleine teen. Een kleine teen. Ah, wie rijdt hier nou weer? Brand! Hey, dat vliegt Space weer. Gatsi Darry van alles tegen je hakenklappen rijdt tegen mij aan weer. Mooi, Marit. Ja, alsjeblieft. Oh. Oh, man! Nee, maar ik ben verdrietig. Ik ben het gerespond komt. Ja, nee, er komt net een gast aanklappen hier. Oh, Hansi, dankjewel voor je 99 cent. Je kunt er ook maar bij typen, hè? Je zet er net niks bij. Je weet niet precies hoe dit zit. Ja, last lap, ik ga dit niet meer redden. Ik ga dit niet meer redden. Deze is voor mij nog een wedstrijd tussen Kurt en mij. Kurt zit best wel dicht op mijn kontje. Ja, zit Kurt in je kont? Nou, lekker hoor. Nee, Celine zit er volgens mij achter. Ja, yes, maar nee, ik wil hond dat je erbij bent. Hey, wil je niet hond roepen? Ik heb, ook een, ik heb nog nooit een hond gehad, ja. Ja, maar nou heb ik weer Marit. Ja, dat is goed. Als jullie even elkaar lekker ketsen daar, oh, hè, vol gas in de arie, dan kan ik er zo voorbij. Marit, dat was ik hoor. Oh, ik heb hoor je baan. Rijden jullie buiten de baan? Ja, ik beukte hem vol eruit. Lekker dan. Dan kom ik even voorbij, doei. Ja, dat is goed, daarom deed ik het. Brand weer lekker, jongen. Bedankt dat je mij er net afbeukte. Ah, kom eraan. Nee, nee. Oh, die kerel staat hier weer op jou op te wachten, Krummer. Oh, dat vind ik leuk. Wat een aardige jongen. Ja, geërst worden. Oh. Oh, wat? Chromo, ik ben Timo. Hallo, Timo. Leuk dat je me stream in de bocht kijkt. Altijd dus gezellig. Had ik maar... Ah! Wat? Why? Rijdt er nou iemand... Vliegen dan met twee rechtdoor.
Nou, ik ga dan naar de finish over vierde. Nou, had ik nooit verwacht dat ik dat nog ging worden. Wanneer is Zuigersnijper terug? Volgend jaar in juni. Die gaat een jaar in China wonen, dus ja, daar hebben we eigenlijk helemaal niks. Woon je in de buurt van Ellicott? Ik ken Veenendaal niet. Ja, ik woon er wel, maar ik ken het verder niet. Dus ik noem geen namen. En ik woon in Veenendaal. That's all I can say natuurlijk. Zo, hoppatee, die persen we eruit. Hoeveel races hebben jullie al gedaan? Dit was de eerste en de laatste. Dus dat is very simpel natuurlijk, hè. Ja, ik ga even editen. Ja, dat is ook leuk werk, ja. Dan ga ik niet streamen trouwens, hoe ik edit. Niet. Ja, dan moet je eens een keer doen. Nou, Tinkel. Gefeliciteerd, hè, Tinkeltje. Tinkel, ik ben zo terug, little star. Even maar helpen. Ja, ik ga de stream zo afsluiten, hoor. Dus, Jij gaat afsluiten. Ja, kei, de koeien is er rond. Nou, dan is goed. Dan waarschijnlijk alvast tot ziens. Ja, ik ga editen, dus ik zal je vast nog even spreken. Ja, nou voor dan de kijkers dan, straks kun je tot ziens allemaal, wat fijn dat je er was. Was je voor het eerst hier of... Laat maar zitten, dat klopt niet. Had je bij Laplace. Ja. Dat kan ook, weet je wel. Ja, bijna. Het is altijd gezellig, altijd leuk, altijd dikke lol, altijd dikke lol. Wacht even, nu verplaats ik dit ding. Dat is zonde. Even kijken, zoiets. Zo, dat ziet er weer wat netter uit. Ik ben ook blij dat... kak. Nu verplaats ik alles. Hallo, goedemiddag. Hey, Trump. Hey, wat zo, man. Hoe gaat het met jou? Oh, gaat lekker, hoor. Nou, dat vind ik mooi. Nou, ik ben blij dat Trump ook weer blij is, weet je wel. Waarom verhuist hij? Omdat ik woonde eerst met Max en dat is uit, dat is klaar. Dus ik hoef hier niks meer. Ik heb hier niks meer te zoeken. Dus vandaar dat ik ga verhuizen. Ik ga gewoon weer terug naar Barneveld ergens. En dan hoop ik dat er niemand aan mijn deur komt om aan te bellen. Kijk, dat lijkt me nou gezellig, weet je wel. Dat is leuk. Hé, maar het was wel even een leuke stream. Lekker hunting game gedaan. Ik heb genoten. We hebben er 2500 kijkers aangetikt. Dat was ook een keer leuk natuurlijk. Dus dan blijkt dat jullie het wel lachen vinden. En dit kun je ook gewoon morgen nog terugkijken. Dus stel, je hebt het gemist. No problem. Tomorrow of vanavond. Jeroen, pas op met dat vuur, Jeroen, Jeroen! Pas nou op met dat vuur, Jeroen! Doe nou niet! Dankjewel, Hybrid, voor je laatste 200 donatie. Laatste donatie van mij vandaag. Ik deed even gek vandaag. Ja, hou het voortaan maar weer in je zak, jongen. Want je moet zelf ook lekker sparen. En, very nice. Wander was op vakantie, dus vandaar dat hij er niet bij was deze stream. Maar toch hebben we er toch nog wel van genoten, toch? We hebben nog wel een lekker avondje gehad, toch? Ja. Ik bedoel, het was... Lekker hunting game. Ja, dat was ook een keer leuk. Een keer wat anders. We gaan nog even zingen voor Selena trouwens. Dat waren we helemaal vergeten. User was moved Happy to birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hoe oud ben je geworden? En het was echt de lelijkste zang ooit. Ik ben nu 22. Zo, dan ben je echt een oude boerenkool. Ja, echt, hè? Ja, dan ben je een oude boerenkool. Dan gaat het bergafwaarts vanaf die leeftijd. Maar ja, dat was bij mij het geval. En bedankt. Jij ook. Hansie, dankjewel voor je 11 euro donatie, jongen. F1099, YouTube doet zo raar. Het was weer een leuke stream. Kan niet wachten tot de volgende stream. Waarschijnlijk is de volgende gewoon volgende week maandag. Dus het moet vast helemaal goed komen. Super bedankt in ieder geval. Thank you very much. En Selina. Geniet nog van je verjaardag die al voorbij is. Ja, zo is dat, hè. Maar we hebben gezongen. Ja, nee, dank jullie wel. Ja. Alsjeblieft. En de volgende keer gaan we weer misschien een hunting game doen. Dat is op zich wel leuk om erin te houden, om dat nog wel eens vaker te streamen. En dan gaan we gewoon weer andere kijkers uitnodigen. En zo doen we dat gewoon een beetje afwisselen. En dan hebben we gewoon elke keer weer een beetje variatie in de Nederlandse keuken. Nou, heel veel plezier met z'n allen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dankjewel. Denk aan geluiden van donatie. Thanks. Tweet het me nog even, dan onthoud ik het sowieso. Ik zal er zo meteen wel even naar gaan kijken. Nou, bij deze ga ik afsluiten. Ik zal ze even een lekker liedje aandoen. Heeft iemand nog een suggestie? Nee, mooi. Maar ik doe toch een copyright-free nummer. Like a pineapple, pineapple. Die heb ik zo hier niet staan. Dus vandaar. Homo family, gewoon weer. Daar heb ik geen zin in. Ik doe wel gewoon een liedje die nooit uitgebracht en die gewoon helemaal verlept is. Kak, kak, kak. Nee. Gewoon een heel leuk liedje. Miami Funk, Welcome to Miami. Is dat een leuke? Nee, dat is niet leuk. Born in the USA. Dat is de lijp. Herbert West.
nee, dat vinden jullie ook niet leuk. Ah, we doen deze wel. Die is wel kort trouwens. Dat is ook weer niet leuk. Oh, deze vind je. Ah, deze. Ja, nee, nee. We doen gewoon die lompen. Dan sluiten we daarmee af, jongens. Iedereen bedankt voor het meespelen ook. Graag gedaan. En, ja. Geen probleem. Ik ben zo weer terug. Joe. Microphone sound muted. Hehe. Nou, in ieder geval iedereen ook super bedankt voor het doneren, kijken, subscriben, hoe je dat ook noemt. Ik ga er eventjes, moet er even in verdiepen hoe of wat dit zit. Maar dit is een video, dus als je het gemist hebt, kun je het gewoon terugzien op YouTube. Gewoon met een thumbnailtje ziet staan en dan deze titel die nu hierboven staat, zo zul je hem wel zien staan. Dus very simpel, very makkelijk. En ik kom net kijken. Ja, zul je net zien dat je net komt kijken, maar ja, dat is nu net een afsluiter. Het is net een afsluiter. Dus waarom Trump daar, weet ik niet. Hebben we ooit gedaan en nooit meer veranderd. Dus die zit daar gewoon lekker te chillen met zijn billen. In ieder geval, iedereen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Hier hebben jullie een kaknummer die je in één keer afhoopt. En dan is ook gewoon de stream klaar. Dus als je nog een lelijk nummer wil horen. De intro van het nummer gaan we misschien gebruiken. Of zoiets weer terug laten komen. En dan gaan we een eigen rapnummer op maken. Een trapnummer. Dus laat even weten in de comments wat jullie vinden van de intro. Oké? Okay? Van de intro. Verder hoef ik niks te weten. De intro. De drop. Dat is... Dat gebruiken we niet. Dat vinden we ook niks. Dus dat is puur de dikke... Puur de dikke kak. Even kijken. Zo. Doe ik deze weer even klein. Tot ziens. En luister. En laat me weten wat je ervan vindt. Bye bye. Bye bye. Tot ziens. Oké, wacht even. Deze drop is echt dikke scheid. We maken... Ik doe even wat anders aan. Daar komt de drop. De drop is aan. Maar de intro was wel leuk, dus die kunnen we misschien wel gebruiken voor een rap. I don't know. Maybe. And see you later, alligator. Bye, bye, bye. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie allemaal volgende week maandag weer. Tot ziens. Dit is ook een nummer die we met vrienden uitbrengen. Dit is succes. Luister maar. Donald Trump.
Monster Truck.